Yes, daar zijn we weer. God, Sam mocht even duren, maar na een paar dagen dan ben ik er gewoon weer. What up, Devony? Hi, what's me up? Hey, Valentijn, Kaya, EP, Jente, Milan, Tankabouter, Kian, wie nog meer? AVB, Jari, wat een gezeik, Geert Wilders. Kijk, daar zijn we weer. Neem aan dat het Kamal is. Welkom bij de stream. De koptelefoon gaat op na een aantal dagies. En daar zijn we weer. Hoe is het met jullie, jongens? Hi Dylan. What up Dylan, Fortnite Kids, Milan heeft honger. Hey Senna, welkom bij de stream. Naar Anakin Skywalker veranderd. Ik sowieso. Ik ben Anakin. Ik heb een paar kinderen. Nee, Mika is gewoon blij blijven vandaag. Nieuwe cam. Nee. Alleen beter ingesteld naar mijn mening. Gadius, dat is leuk. Ga ik ook mee beginnen, is een goed plan. Ik moet niet te veel lullen, want mijn mond doet nogal een beetje pijn. Dat def even om. In ieder geval, de itemshop is er toen. Miauw, zoals voor 1400. Een beetje een aparte... Toen Miauw is in ieder geval een leuke skin. Ja, simpel. I like it. Wat up Boba voor, dan ook bij de stream. Oh god, AVB, dan eet je hem toch niet. Max wil wat kaas, lekker bezig. Mijn mic uit, hoe bedoel je? Wacht even, mijn geluidsinstellingen zijn niet goed. Wacht even. Je mond doet pijn? Ja, ik heb last van hierboven. Even kijken of ik... En mijn mic zou nu weer wat beter moeten klinken en niet zo overdreven luid. Wat up, Mr. Kenny, welkom bij de stream. Ik zei... What up, Timo, Remco, welkom bij de stream. Wat is er, Dev? Wat zei je? Hey, Maxime. Dit is net wel beter. Ik zag dat mijn OBS een beetje raar deed. Om even weer dingen aanpassen. Moet ook. Mooie hoodie. Ja, ik en Dev hebben dezelfde hoodie gehaald. Dat heb je waarschijnlijk op mijn Insta kunnen zien. En hij is ziek chill. Kijk, check dit. Jammer dit weer, Mr. Kaas, jammer. En later is goed. What up, Tsaksa? Welkom weer bij de stream. It's treason then. Die foto kan niet. Die foto op Insta was fantastisch. En ik hou ervan. Hey, Tsaksa. Lara zegt, Mika, je mic geeft me earwax ofzo. Also, I change my... Ik heb het al aangepast. Mijn mic is alweer beter. Als ik het goed heb. Ik ga even kijken voor je. Ja, het zou weer goed moeten zijn. Ik weet niet of jij je geluid wat harder hebt staan. Ben je van de nieuwe skin? I like it, dude. Echt heel nice. Even iets geekjes ook misschien. En dan Nightrix, of je er ook bij bent. Deze, Toon Meowsels. I like it. Het is, ja, het is gewoon een skin die ik grappig vind. Een beetje Disney-stijl met die handschoentjes. I like it. Echt nice. Hey, EP. Welkom bij de stream. Ik denk binnenkort gender reveal. Nee. Dat is ook nog niet gebeurd. Mika, wacht ik wel mee. Ik wacht even, Giovanni. Welkom bij de stream, Goos. Goos. Ik zeg naar iedereen Goos. We waren dus gisteren met Def en Mouders in de stad. En de ook wel weer typisch voor die stad. What's this? Oh, it's only money. This video is sponsored by... Waarom moet ik dat doorsturen? In ieder geval, dit video is sponsored by Ranger Legends. You can play it on every device. Dat is sponsored by NordVPN. NordVPN.org/minkaitkoenkies. Welkom bij de stream. Dankjewel, gezeik. Timo zegt, yo, ik ben terug van weg geweest. Ik ook. Hi, Timo. Ik ben hier gesponsord, trouwens. Oké, doe maar niet Boba. Ja, ook dat, Lara. Ja, het is echt cartoony. Ik zet hem bij 4 minuten. We vibe gewoon lekker op deze muziek ondertussen. Alweer tot 10 uur live. Ja, ik ben tot 10 uur, misschien zelfs later. Dus even kijken hoe mijn energie ervoor staat voor de rest van de dag. Ik ga gewoon lekker live zolang het kan. En zolang ik er zin in hou. Simpel. Hallo Jente voor de derde keer. Zoals je vroeg in die live. Vanochtend was Def hier nog.
Dev is we weggebracht rond vieren. En toen ben ik gaan eten en toen live gegaan. Alleen mijn OBS deed raar. Hij kon mijn één code niet gebruiken. Heel raar. Dus dat. En 's ochtends ben ik trouwens nooit live. Dat is goed van jou, Valentijn. Maar dan voor net Kip Timo zegt wel nog even. Ik ben aan het opstarten. Oké, ik start er maar 5 minuten voor de eerste match. Zo. Verder ga ik hem echt niet langer dan... Stuurt iemand ook in de reacties daar op mijn Insta? Lees dit. Hoe de f heb je... What the fuck is dit? What the... Juan? Yes, I like Juan. What up, Yari? Welkom bij de stream. Mika, wist je dat je Mika... What? No way. What? Ouwe, nu vertel je me wat nieuws, hoor. Waarom heet jij zo? Ik eet vaak koekjes, frietreek, maar dat was een oud, kinderlijk iets. Ik ben inmiddels alweer 5 jaar ouder. Gewoon een kinderlijk iets geweest eigenlijk, dat hele MM Cookie Gamer. Maar dat is een leuke naam gebleven, bleef hangen. Nou, nog steeds. Ja, doe ik zo, Dylan. Eén tel. Voor goed zit, hoor. Wat voor skin is dat, zegt Saturday? De skin die ik aan had, of niet? Hey, Mossy en Joram, welkom bij de stream allebei. Dit de eerste skin is dope, hoor. Even kijken. En dan Nitrix en East Cat. There you go. Oeh, sorry Joran. Dat wist ik niet. Want ik moet zeggen, ik had moeten wachten. Ik heb nog heel eventjes gewacht op je. Dit weekend sponsorstream. Weekend weet ik niet. Zou mogelijk zondagavond kunnen. Want zondag ben ik ook weer lange tijd niet live. Als het lukt, ben ik live. Als het niet lukt, dan niet. Wegens moederdag en shit. Dus dat. Ja, die is nice, Saturday. Het is een of andere nieuwe dingen. Meer in het thema van de Raven en de Ravage. De vrouwelijke Raven. Het hoort niet bij de set, het is niet onder dezelfde setnaam. Maar het is wel een beetje die vibe. En ik vind het wel heel nice. Hey Otto, welkom bij de stream, dat je erbij bent. Ik heb wel gedaan Nitrix, ik heb je al geaccepteerd, check maar. Hey, ik ben er niet in, waarschijnlijk omdat ik het is dat. Ik had hem met 5 minuutjes gestart, Timo. Ik weet niet of je die had gered anders. Hey Johan. Hoi. Hoi. Oh god, mijn geluid wordt echt heel hard. Wacht even. Dit is beter. Oh ja, ik ga wel mijn scherm even uitzetten. Wacht, shit. Ik heb nog de May the Force be with you. Hoi. Gooi gewoon even een hoi op jullie, boys. Ik ga gewoon even een hoi op jullie gooien. Bam, bam, padadadam, padadam, padadam. Hoi. Nou, een blije hoi. Wees blij met die hoi. Nee, Timo, maakt niet uit, goos. Maakt niet uit. Je kan volgende potje mee. Ik stream nog lang genoeg vandaag. Eén tel, hoor. Oh, nee. Oh, verslik me. Even snel slokje drinken. Ik verslik me zo wat, joh. En niks in mijn eigen speeksel. Zo. Hoezo zegt iedereen tegen mij postbezorger? Maar ik ben niet jullie postbezorger. Ik ben geen Piet Post. Weet hij toch? Even zeggen, dankjewel. Ik moest echt even rennen om even slokje te halen. Ik stikte in mijn eigen speeksel, ouwe. Ach, jezus. Nee, geen probleem, Bram. Welkom bij de stream, ouwe. Hoe is het met jou? Je eetje, Mina. Daar ging even mijn keel kapot. Piet Post, dat was het. Dank je. Post Peter. Vind ik nog beter. Wat is er, Duff? Maar. Geen probleem, Timo. Welkom bij de stream. In ieder geval, totdat je bij deze stream bent. Dat moest ik zeggen. Ja, welkom. Nou, je bent altijd welkom. Dat in ieder geval. Maar, totdat je weer erbij bent dan. Was het wel gezellig daar waar je was? Nou, even deze boom hakken. Even hacken. Even die tekken er even halen. Hey, Dusky. May the force be with you. May the force be with you too, said I. Always. Een hoodie is pas door. Ja, dat was echt naar. Ik en Def waren dus, hadden dus een hoodie gevonden. Deze. En we gingen even passen. Dus we gingen even die hoodies aandoen. Zat er in de mouw van Def opeens een naald. Echt.
Nou, ik ben blij dat ze niet Wiltermouden armen doorheen stammen. Gewoon een beetje rustig, want anders zat hij echt goed in de arm. Is goed, ja, geef me één tel. Ik ga zo ver kijken. Ik moet echt even looten, want kijk even mijn zooi. Wat voor skin is dit? Het is een wat nieuwere. Is één keer in... Oh god, er zijn mensen daar. Het is één keer in de shop geweest. Het is een beetje de versie van Raven Ravage. Een soort van machine is het. Maar de pick... Ik heb de hele bundel gehaald. Ik vond hem echt super ziek. En ik heb ook die andere twee, die Ravage en... Kom hier. Auwe snoepet. Ah, pas op. Oh, die explode naast me. Oh, man. Nou, ik ben een paar maanden eruit geweest. Hey Elvis, gezegd dat je erbij bent om de Juan cult te maken. Ja, Juan. I'm Juan from Bolivia. I like all the colors from Bolivia. Bradley is alleen. Rip de naald. Ja, zielig voor de naald. Nee, zielig voor Def, jongens. Aardig doen voor die meid. Oh god, Sofia en Ronde Scepter komen nu al pushen. Ja, arme naald. Oh, ja, arme naald. Echt. Nee, de naald is zielig. Oh god. Ik speel 144 capped Elvis. Ja, dat is het. Deze muziek wel lekker. Arme gezeik, PayPal saldo. Au. Au. Ja, maar huilen, Def. Kriklijn de mensen pesten, rip dwergjes. Ja, rip Def. Heel zielig. Wat voor gun... Oh mijn god, is dat die flame pistool weer terug? Hoe heet die nou? Dingen is die pieuw pieuw dan dat weet ik ook. Jullie weten wat ik bedoel. Is die weer terug? Is dit zo? Dan ben ik blauw. Ik ben aan het smurfen nu. Flare gun. Dank je. Godsamme, ik kon even niet op de naam. Je weet wel, die jullie weten wat ik bedoel. Ja, ik ben gewoon duidelijk. Wel, Darf en Teun, gezet dat jullie allebei erbij zijn. Oké, okay, even kijken. Ik ben echt roze opeens geworden. Heb ik nou weer gedaan met mijn camera. Roze. Ja, dit is beter. Flaregun, ja, yeah, ja, yeah, I know, Mr. Academy. Can I get an ouwe ouwe? Maar ik ben geen hond. Woef. Woef. niet zomaar, Timo. Nee, zeker niet. Heel veel erbij zijn. Veel op de streams, lekker in de chat gezellig zijn. Op de actief op mijn Discord zijn is een pluspuntje, want dat is vaak wel belangrijk waar ik me... at the moment, yes, door, but I don't know how long I'm going to play duos. Ik ga het een andere keer doen voor een kid. Ik had een poster op gemaakt over van, hey, ik wil de One Piece een keer gaan streamen. Misschien weekend, misschien maandag. Dus kijk even. Ik ga het een keer doen. Binnenkort. Snel. Ja, maar Jaden, ik like niks. Ik like niks. Het enige wat ik like is van Def en meer like ik niet. Ik heb hem nu geliked, omdat je het zei, maar... Maandag heb ik school, zegt Fortnite Kid. Veel plezier op school weer. Ik helaas ook trouwens, maar I'll take it. I'll take it. Volgens mij heb ik maandag school. Even kijken, maar ga ik twee keer per week weer naar school. Ah, zou ik niet heel erg vinden hoor, maar... Ja, 1 en 2. Ja, ik heb alleen dinsdag geen school of dinges. What the fuck? Nou, ik heb gewoon een heerlijk dagje school weer morgen. Of overmorgen. Of maandag. Ja. En helaas heb ik dan woensdag ook weer. Maar dat maakt niet uit. Maakt nooit uit. Ik heb online les dinsdag, ja. Donderdag en vrijdag heb ik vrij. Dat is altijd wel fijn. Ik heb donderdag en vrijdag gewoon vrij, Jaylen. Ik heb een hele korte week. You can try whatever you want, Darth. It's... I don't care. Wat bedoel je, Bram? Tieners laten benen. Wat is dat?
Nou, met jou niet hoor, Def. Ik hou dat wel vol. Hey Bouke, gezeik. Oké, Mika, ik heb gisteren dat ongehoorlijk moment meegemaakt bij de kapper. Ja, ik had het er laatst over in de stream. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dat je gewoon daar stil voor je uit zit te staren. En naar je eigen kapsel zit te kijken tot het geknipt wordt. Precies. Ik, ja. Voor de Bad Batch. Ik heb het gekeken, bro. Ook die van vandaag. En ik heb genoten. Echt. Leuk. Keep it going. Yo, enge vibe. Ik heb zeker een zak, Joran. Uitroepteken zak in de chat als je mijn zak wilt gebruiken. Heel erg bedankt trouwens. Dankjewel voor de 14 likes, jongens. Heel erg bedankt. Thank you. Ah, perfect. Het is echt geweldig. Omega vind ik vooral heel interessant. En Wrecker is mijn favoriet. Wrecker is echt geweldig, jongen. Oh, wat hou ik van die oude kerel, man. Hey, waar gebruik? 15. Dankjewel, Edwin. Wie neemt dat je Edwin heet? Ja, ik wil die double cross. Koop hem wel er even mee. Kijk, dankjewel, Joran. Heel erg bedankt, groter. Ik heb zin in een ijs, zegt Jaden. Ik heb net een ijshoel. Heerlijk, hoor. Discord bot developers eigenlijk niet wat gezegd. Nee. Peter, hoor aan mij. Zien wat jij kan. Oh, ga vader ten even spreken. Vader ten doet mee? Oh nee, die guy is echt in the middle of nowhere. Nou, even kijken. Waar was de volgende? Senna. Senna, laat me zien wat jij hebt. In petto voor mij. Senna heeft oké loot. Vooral prima healing. Pump. Paarse dinges. Je weet wel. Dat klopt, Mika. Dat is normaal. Een stream. Mika, ik zat je uit te leggen, Mika en Joosten. Een stream van mij. Mijn PC. Die stuurt de stream naar YouTube. Zo. Weg naar YouTube. En YouTube stuurt dat weer naar jou. Alleen... Dat is niet super snel. Dus dat kan even een paar seconden duren. Trouwens, hoe langer de delay, des te beter de kwaliteit. Dus mensen gaan niet op de kortste delay zitten. Ik kan sneller een delay, een kortere delay hebben, dus dat nog sneller bij jullie. Maar dan zal de kwaliteit minder worden. Simpel. Dus ik heb gekozen voor een middenweg, 7 tot 9 seconden. En hebben jullie prima kwaliteit en is het niet een te lange wachttijd voor jullie. Teamers laten bij... Oh, lekker bro. Kijk, teamers mag niet. Simpel. Senna is vet. Nee, Senna is gewoon best decent in de game. Ik ken Senna via van een andere streamer. Voor de rest, serieus visje, dat is lang, ouwe. Nou, dat is leuk, ja. Ja, ik heb bij Beko, dus ik heb daar heel veel over gehoord, geleerd, gepraat. Dat vind ik wel leuk. Maar niet uit team, maar ik heb een 3070. En ik heb geen zin om... Ik heb geen zin om... letterlijk te kijken naar een of andere Nintendo Switch quality op een PC waar ik €1000 voor heb gedokt. Alleen voor een videokaart. Ik voel voor het ook gewoon dat het er gewoon decent uit moet kunnen zien. Al... Dat ziet er niet super slecht uit. Ik heb geen 570, hè. Maar mede, tuurlijk, mede. Tuurlijk. Tuurlijk, mede. Graag zelfs. Gezellig. Ik zeg maar, dan moet je hem mesjes aanzetten en dan lijkt het weer normaal. Ja, nee, kijk hier maar. Ik hou het zo, want ik weet... Laat ik zo zeggen, ik heb een keer performance aan gedaan. Heel veel PC op de kutten ermee. Ik lieg niet hier, maar ik weet niet wat het was. En dat, ik weet ook niet welke setting dan fout had. Want er moet de setting fout zijn geweest, want performance mode is beter. Simpel. Maar ik weet dat dit gewoon goed werkt. Het ziet er prima uit en ik hoef niks te doen. Hanta zegt allerlei bekende. Wat is met allerlei bekende Hanta? Wat up, Haley? Gezegd dat je er ook bij bent. En Mike. Hi. Laat door de school beginnen. Gaan stellen wie er overgaat enzovoort. Ik heb vandaag een voldoende gegeven voor mijn natuurkunde. En het zou meteen dat het nu zon niet eens een bespreekgeval was. Ik stond voor Duits. Niet echt goed in natuurkunde. Maar natuurkunde vandaag gewoon een 8,4'tje binnengesleept. Waardoor ik weer heel prima sta voor natuurkunde. Kijk, dat is gewoon altijd lekker, jongen. Dat is gewoon lekker. Ik ga weer lekker op school. Gekregen van iemand, Nitrix. Gekregen van iemand. Onze grote vriendelijke vriend Fishstick. Hey Juan, tof dat je erbij bent. Juan. Ja, de paard Juan.
Oh, die moet ik. Oh mijn god, ik kreeg een appje binnen van de boys. Ik moet jullie even wat. Oh mijn god, deze grap ga ik jullie ook gewoon vertellen. Oh, het is echt erg. Oké, jullie weten het wel, de boys zijn raar. En, oh mijn god, oké. Oké, luister. The boys, ze zijn altijd raar. Je weet wel, the boys. Letterlijk the boys. Dat is hoe mijn vrienden zijn. En ze hadden het over gemiddeld aantal uur gamen. Moest je invullen, ik had nog niet ingevuld. Maar er was iemand op onze school 70 uur gemiddeld per week gamed. Dat was heel veel. Ik zei voor de grap, haha, rookie numbers. Ik doe 2 keer zoveel. Kan niet. Want dat zou betekenen 140 uur per week moet gamen. Dat zou betekenen 20 uur per dag moet gamen. Dat doe ik niet. Maar ik maakte die grap en toen zei... toen zei iemand in de chat... Nou, jij zeker de afgelopen dagen niet meer kijken. Van, nee. En komt iemand met... Def heeft nieuwe respawn point. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, Def was hier de afgelopen dagen. Def heeft nieuwe respawn point. Oh. Deze muziek maakt weer niet veel beter. Oh. Def respawnt hier nu. Oh, wat geweldig. Oh, ik hou van de boys. 20 likes, kijk dan. Voor 22 minuten vind ik dat meer dan prima. Mag ik eventjes een... schildpad in de chat? Ik fuck zeg maar wat. What up, JVW Games? Welkom bij de schiet of je erbij bent. Oeh, Senna gaat dood. Door Georgia en Boba. GG's, jongens. Lekker gespeeld. Schildpad, dankjewel. Maar daar is niet. Maar daar was niet. Ja, precies, Def. Je had me wel nog in leven gehouden. Echt, mijn duim heeft nog steeds last van jouw nagels. We gaan lekker trio's spelen, dus als je trio's wilt, doe lekker mee. De code is DOOS en dan kun je gewoon lekker opcueën weer. Kijk, oh mijn god. Kijk wat dit is. Dit is de Grave Feather van de Night Flight set. En de Raven is van Nevermore set. Maar zoals je ziet, het lijkt verschrikkelijk veel op dezelfde set. Maar ik vind het wel nice. I like the skins. Lekker Joran. Hey, hallo Robin, hoe is het met jou? Kijk, wat is mijn mooie skin? Ik wil die tomaten weer aan hebben. Yes. Kijk, denk je wel. Ik ga daar Boba en Giorgio. Mooi gespeeld. En GG Senna. Voor een solo ben je echt niet. Heb je het echt niet verkeerd gedaan, Senna. Wacht, wat? Opeens stuurt Yari mijn dubbel pump ding. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Maar de Rocky, ik weet het niet, Mr. Gaming, ik kijk er even naar. Bij mij gaat hij meer dan prima, Robin. Sorry hoor, Def. Dat ik gewoon te groot en clumsy ben, daar kan ik niet zoveel aan doen. Oh mijn god. Die gootje die grap maakte net van die respawn point, zeg dit. Ze kon geen respawn point bij mij zetten. Er stond namelijk There are monsters nearby. Dat zegt die gootje dat over Def. En dan zegt hij van... waarom dan? Zegt hij dan zegt van... Nou, ik keek in mijn broek, monster kok. Kindvriendelijk weer! Eerlijk, maar ik moest die grap delen. Monsters nearby. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit hebben jullie niet gehoord. Meer dan prima, Robin. Echt, meer dan prima.
Oh, wat fout dit in de. Oh, natuurlijk zo'n monster ding. Monsters neerbaar, jezus. Heerlijk dit weer, jongens. Wat een goede stream dit. Nou, top. We zijn terug en we zijn meteen weer fout bezig. Daar houden we van. Oh. Code staat groot onder in beeld, gaming 324. Tijmen, doet het niet bij mij? Check of je Europese server speelt. Normale trio's zonder hoofdletters, Tijmen. Als je dat allemaal zeker hebt gedaan, dus in ieder geval rechtsbovenin staat Europa hier, zo. Je speelt normale trio's en je hebt de code goed ingevuld. Wat je anders kan doen bij de code, even 4 willekeurige letters intikken. Gewoon A, 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 weet ik veel. Accepteer dat. En voer dan direct even de code DOOS opnieuw in. Check of geen hoofdletters, hè. Dus caps lock of wat dan ook. Lekker bezig, Björn. Ja, er is een toernooitje gaande, toch? Of niet? Ah ja, de FNCS qualifiers. Gadverdamme. Gadver, boeien. Hey, luister, boeien, Ruud. Mijn code is dus, yes. Ik wacht nog even op jullie, jongens. Maar hoe is het met jullie dan? Ik ben natuurlijk even weg geweest. Woensdag wel de video nog met jullie samen gekeken. Zo, Dev lag te pitten. Maar, hoe is het met jullie? Doet het nog steeds iets, zegt Tim. Dan moet je even je game restarten. Kun je volgende meedoen, oké? Dan ga ik hem gewoon lekker starten. Sorry, Tim, dan moet je even je game restarten. Hey, Daantje, games zijn al pingerig tot jullie allebei zijn. Maar mij gaat hij echt goed door, Timo. Nog steeds. Mijn mond doet verschrikkelijke pijn. Maar dat, ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. We blijven het maar op mijn beugel, Dev. Wat een track die in Dev heeft gezegd dat erbij zijn. Ik ben 16, Dylan. Ik ben die ene pannenkoekklepper. Nou, succes, Daantje. Oeh, ik zit met Timo en reist ons 60 fps. Hoe lang ga je nog live? Ik denk dat rond 10 uur, misschien 9:15. Als ik het langer wil en, en jullie zijn er allemaal nog, dan gaan we langer. Zolang ik de energie, de zin en jullie er nog allemaal zijn, dan gaan we gewoon door. Ik ga in ieder geval 2 uurtjes, sowieso. Yo. Yo. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat die goed met jou, dan. Nou, helemaal goed hier. Nee, zo. Maar ik heb nog steeds niet mijn verhaal verteld, jongens, over dat ik en Dev in de stad waren dan. Dus wij, luister, wij zaten dus ergens op zo'n terrasje, die dingen zijn weer open. Dus wij ergens op een terrasje gewoon wat drinken en iets eten. Komt er een gozer aan die waarschijnlijk een stuk bekender is in die stad, want ik kom er niet heel veel. Ik weet wat het is, ik weet om mijn weg te vinden, maar ik kom er niet veel. Maar iemand die er sowieso woont, letterlijk in de stad, komt naar iemand toe die daar gewoon werkt en gewoon waarschijnlijk zijn vriend. Roept even over heel dat plein. Hey, homo! Hey, Mika. Gozer weet meteen dat hij aangesproken voelt. Echt geweldig. Vertel. Mijn broertje is echt een Virgil. Samen met die Sjoerd, weet je wel. Wat? Wat zei je nou? Mijn broertje is echt een Virgil. Die Ja. Die meestal ook meedoet met jouw custom. Samen met Sjoerd. Ja. Die ken ik. Ja, dat is mijn broertje. Epic. Gewoon tegen broeders die naar me kijken. Ja. Ja, dat is gewoon epic, man. Ik kan niet liegen. Come on. Nee, Lara, ik weet niet. Ik heb 3000 koekjes. Ik lees mijn chat heel slecht vandaag, sorry. En ja, ik zie je berichten gewoon doorkomen hoor, Lara. Ik lees het meeste echt wel op, maar ik reageer gewoon niet heel veel. Nou, ik reageer veel, maar wat minder dan normaal. Want als ik letterlijk aan het reageren ben op deze chat at the moment, dan is het echt druk te werk. Je mag altijd blijven wat sturen, boys. Dat is gezellig. Dus blijf lekker chatten. Ook lekker veel om op te reageren. Dan kan ik eruit kiezen wat ik wil doen. Mick, kijk, dus ik ben gewoon moe door alle challenges. Is goed, Fishy Games. Natuurlijk, het hoeft natuurlijk niet. Natuurlijk, het hoeft natuurlijk... Wat een heerlijke zin. Dat kan man. Gaat goed zo. Ja. Gaat altijd goed met mij, joh. Gaan we daarheen? Oh god. Ja, jullie durven de drukte op te zoeken. Ja. Ik ga mijn best doen voor je, Tijmen. Ik ga mijn best doen voor je. Nou, ik ga even die hooi even veranderen in... Zou Björn er weer in zitten?
Ik weet niet. De kop van die is veel te goed voor ons. Gee, wacht even, moet springen. Ja, die gaat echt goed, man. Mm-hmm. Ik zat laatste twee tegen hem en een vriend van hem. En ik had zo hard gebokst, hè. Niet normaal. Ja? Ja, niet normaal, jongen. Had ook nog gouden pump, hè. Gewoon warm pump. Ja. Weet je wat echt een game is van de vakantie en er geen mailtjes krijgt van school schissel? Ja, dat is wel fijn, ja. Ik heb gewoon gekregen, hoor, dat er niet van, maar... Ik land dit huis. Ja, dat is goed. Maar land toch gewoon niemand mee? Nee. Ja, nog best wel mensen op zich. Hey Maarten, welkom bij de stream. Landen er wel mensen? Valentijn doet er mee, gezellig. Nee, wij in de hele game doen ik. Oh. Huh? Nou ben ik echt confused. Ja, natuurlijk landen er mensen. Mika, laatst waren er toch maar echt een paar mannen in de... Tenminste, de eerste game waren er maar een paar mannen in de lobby. Kleine 20? Of zo? Ja. Ja, niet super veel. Nee, dat klopt. Daar heb je echt gelijk in. Olle, wat ben jij nou aan het doen? Gewoon teamgrieven dit, joh. Hé, mijn huis zat in de fik, joh, gek. Dan ga jij met het zoeken. RPG. Ja. Prima. Nou, dan ga ik gewoon dood door jou. Dan gaat mijn leven weg. Ik heb bro, ik ben on fire nu. Dat wel. Dat is wel een ding, ja. Dat is wel een pluspunt. Ik gooi de medkit recht in jou. Ja, doe jij dat maar. Nee, niet nodig, joh. Ik heb 3 AP, ik mis dat maar. Dus ik fix dat wel met een appeltje. Appeltje voor de dorst. Zekers. Lekker hoor. Zo, ik heb het wel weer gemist door dat streamen. Goh, dus wanneer krijg je Fiery Jazz uit de chest? Ja, weet ik veel. Ze denken vandaag is bosbrand season of zo. Je hebt ook al die vuurpistolen. Ja, je weet wel. Oh ja. Ja, flare guns. Ja, dag. Ik geef iedere keer die naam. Ik krijg niet goed van die naam. Weet je wel, die... Dat. Hi, Miss Laser. Welkom bij het stream. Echt, Laser denk ik meteen van wat doet Mika? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Timo, wil jij de rocket launcher of wil Mika die? Oh, dat is een shockwave bomb. Nee, wat hard cringe. Voor mij is dat een suicide gun. Flare gun? Of, oh, de dinges. Ja, prima. Hé, maar boys, fix even een auto met wat banden eronder en dan vliegen we dadelijk even weg. Ja, is goed. Dan gaan we dadelijk even zeggen tegen de boys die naar ons toe komen. Uit. I'm a head out. Hier ligt nog een flame boven iemand, maar we moeten wel nog eerst even 4 boven. Nou, ik heb gewoon shockwave boven hier. Ik ga daar eens een keer mee spelen. Heb ik al lang meteen niet meer gedaan. Wat zin in weer. Zo, ik heb sowieso al lang niet meer gegamed. Ik heb echt dagenlang gewoon niks gedaan. Wat zei gisteren? Die had je stream vast wel eergisteren al. Wat? Gisteren of eergisteren was je toch ook aan het streamen, of niet? Dinsdag was dat. Woensdag had ik... Was het vrijdag? Ja, het is vrijdag, goos. Oh mijn god, die vakantie is voor mij al bijna voorbij, hè? Ja, voor mij ook. Ik ben niet goed van, joh. Oh, dat is echt kut. Zo snel, man. Ja. Nu moet je weer gewoon... Normaal is dat in de oude op school kapot druk, is nooit heel. Dus ik kreeg een panic tegen mijn vrienden. Opeens is iedereen stil, kreeg ze mij zo aan het sturen. Ja. She's crazy. Lekker chillen. Moet er nog steeds... Oké, daar liggen banden trouwens. Ik heb ook vast, man. Doet wel in zo'n 4-persoons-auto of we moeten met 2 auto's gaan rijden. Oh god, waarom kan ik nu niet hieronder flikkeren? Nee, ik heb hier al wel eentje hoor. Oh, dit is een wielklem. Oh god. Ja. Oh, jij hebt hem al. Ja. Top. Ja, ik heb ook al banden, man. Kom. Rij naar onze grote vriend. Mika, ik heb ook nog een RPG. Ja, prima. Geef die zomaar dan, want ik heb nu die shockwaves. Ik had die al gedropt. Oh, oké, dan pak ik hem wel voor mee. Ja, ik heb toch maar grijze makeshift. Heeft helemaal niks aan. Nou, kom op. Ads, ga instappen. Dan moet ik alleen nog even kunnen rijden dadelijk. Want dan kan ik goed instappen. Even switchen, Timo. Ja. Heel veel items kan ook even gewoon instappen. Dan doorswitchen. Oh, ja. Wacht even. En dan... Opa. Oh, deze was minder. Had wel hoger gekund. Ja, ja. Ja, die was wat minder. Even stoppen. Kan ik gewoon naar het raam kijken, of niet? Kan. Oh ja, dit gaat beter. Wat? Oh, joh. Dit is beter. Wat gebeurt hier dan? Ja, als je hem goed, dan, als je goed doet, kan je met 4 impulses kan je gewoon naar de andere kant van de map. 4 impulses. Oh. Ja, ik heb nog nooit gezien, man. Ja. Zo.
Oh, daar ga je. Dat was wat minder. Oh, lekker. Ja, dus deze ding is natuurlijk niet zo heel sterk. Nee. Maar kom, gaan we hier even uitstappen. We hebben genoeg tijd nog. Ja, joh. Nou, even nog hier looten dan. Oh, een Mikken met RPG, dat gaat nooit goed. Boeien. Nee, dat is super zet. Ik heb helemaal niks gevonden. Oh, ik heb nog één big pot. Ik heb sowieso ook geen... Wacht, waar ben je? Waar ben jij? Naar beneden. Oh, nou, Fortnite liedjes zingen is altijd leuk. Hey, me and the boys singing in the party. Ja? Wat? Mijn broertje, Giel, die staat hier naast mij, ja? En die zegt... Wij hebben al een keer met z'n drieën een potje gewonnen. Dan dat zou heel goed kunnen. Jij en Mika. Ja, dat zou echt goed kunnen. Volgens mij... Nee, die ken ik nog wel. Toen popte ik echt op. Ik heb iets van 10 kills of zo. Echt lekker. Lekker. En je een goede punt voor je, als je die mix je vraagt wel. Nou, ik heb nu tikkie. Tikkie wikkie, maar ik neem de punt wel, hoor. Prima, joh. Ja, ja. Prima. Mijn oplaadblok zit gewoon zeer binnen van het ook. Ik denk dat jullie nog een mini of zo. Waarom was je in de middag live, vraagt Badder? De middag was Def hier nog. Ik heb 4 minis. Dus ik heb ook nog een big pot, dus die kan ik ook nog wel verdroppen. Even doneren aan de makkers. Nou, hier, neem deze stink big pot. Zappen, niet voor in verstikken. Denk ik, zeg het even. Hoi, ik heb een webcam gegeven met een gloednieuwe naam. Zeg dus nu pas, ik heb 2 gamers, 4 burgers en iPhone. Ik ben zo... Jezus, Turkje van. Jij woont ook in, weet ik veel, gekke, rijke buurt of zo, jongen. Komt die Daniel, what are you doing for living? Hè? Huh? What are you doing for living? Waar je in je auto zit, gekke man. Mika, stokstaartje, nee. Geen stokstaartje. Haal Mika maar op. Oh, nee, joh, ik heb impuls dinges, toch? Ik red het wel met de dinges. Jij bent echt vandaag duidelijk, ja, sorry. Lambo met banden. Dat is te overpowered. Change my mind. Oeh, heb je Lambo met banden of niet? Ja. Dan ga je echt 300. Kom eens bij mij. Kom proberen. Kom bij mij, blijf staan. Ja, ik heb zo'n slechte ding. Blijf staan. Hoppa! Jij ook blijft staan. Nee, jongens, ik ga bij jou instappen. Blijf zitten, jij. Blijf zitten. Kan pakken, ja. Oh, dit werkt niet. Nee, dat kan. Ik gooide hem op de auto. Nee, ik fix het wel. Wacht. Ga een klein stukje naar voren. Oh god, dit werkt niet. Jij moet hem even een klein stukje naar voren rijden. Jij rijden, snel. Ja. Ik kan niet doorheen. Blijf staan. Oh, waarom kan ik hem niet? Nacht halen, ja. Nou, joh. Wat? Ja, dit heeft geen zin. Rij maar gewoon. Boeien. Karren maar. Wil je zo'n kind laten zien? Ja, time for sure. Denk je profielfoto nu? Ja, joh, Def. Die foto is wel echt fancy. Kan je heel eerlijk vertellen. Je moet mijn Discord profielfoto maar even zien. Misschien kun je hier ook niet naar voren op een customs, omdat je nooit XP krijgt van customs. Ja, ik kom even hier dat kampvuurtje pakken dan. Kijk, kampvuurtje. Oega booga. Oh, ik heb hier ook al een gevonden, man. Hou maar. Oké. Oega booga. Oh, fancy, precies. Ja. Link zegt, Peter, als je mijn reactie ziet, invite me. Nou, ik heb je ook voor je genoemd, Link. There you go. Mika Björn stuurt die pro even met al die sweaters. Ja, dus daar mogen we blij mee zijn, Badder. Dan kunnen we eindelijk een beetje wat rustige customs in deze avond. Ik heb een blauwe AR. Lekker man. Jullie hebben nog een big pot. Ja, die kan ik stacken. Mika, heb jij Arena gespeeld of niet? Oh. Ja joh. Champion alles. Heb ik nou serieus mijn mic uitgezet? Heb ik serieus mijn mic uitgezet per ongeluk? Godsamme, dan ben ik weer lekker bezig, hè. Serieus? Ja, ik heb mijn mic even per ongeluk uitgezet. Nee, dat was niet lang, Iemand zei het gelukkig heel snel. Oh. Dankjewel, Gezeik en Badder voor het melden van mijn microfoon. Dankjewel, Tijmen. Appreciate it, man. Heel erg.
vind het nog raar dat wij niemand zijn tegengekomen. Nou, wees er blij mee. Wees er blij mee, goos. Echt oprecht. Wees er blij mee. Niet zo zeik, joh. We kunnen misschien die sleutel pakken van Mika en mij. En van Timon. Kijk, jij wil graag misschien mensen zien. Ik vind het heerlijk. Ik wil gewoon lekker vissen met de mannen. Weet je. Gewoon lekker vissen. Lekker visje vangen. En dan foto en dan foto maken, weet je wel. Zo van, oh, leuk knoepertje, joh. Dus opeens zo'n tomato skin. Met. Ja, ja, ja. Kom hier. Oh, die werkt ook? Ja, allebei. Uh-oh, ik hoor mensen volgens mij. Even een combo, man. Oh, mijn lip doet echt hoppie veel pijn nog, ouwe. Het is echt niet goed. Wat heb je gedaan, man? Ja, dat gaan we maar even niet zeggen. Dat, kontje, Bas. Gewoon kindvriendelijk, Adia. Kindvriendelijk. Oh, sorry. Nee, dat kan je niet zeggen, gewoon. Ik zit hier een vriend te kijken. Oh, gozer, nee. Ik ben echt kut hier, man. Ja. Ik zit ook niet op te letten. Nee, opeens hoort dat ook gewoon. Dek. Kan ik beter? Ja, joh. Ik heb echt goede build. Ik heb... Ja, precies, Def. Ik heb 900, 500 en 400. Ik heb 900, 300 en 100. Nee, dat is goed. Timo, kom of met z'n 3,4 boven een base bouwen. We kunnen een beetje bouwen op iedereen. Base bouwen? Jij denkt, dat is Minecraft. Ja. Survival of Fortnite thuis. Zullen we de einde dragon even verslaan? Ja, joh. Of eerst de middag. Ah ja, Oetoeks. Everything going fine. Yes, my dude. Is ook beter. Mika, kom. We gaan niet bovenop. Maar we moeten fixen. Sheesh. Nee, man. Dat is out of the circle. Oh ja, dat is eruit. Oh mijn god, dat zie ik. We kunnen wel op dit gebouw. Dit is wel een epic gebouw, man. Eerlijk. Ja, helemaal roze. Echt fancy. Hey, Shadow Royale, welkom bij het stream met Jeremy. Tot je er ook bij bent. Met een paraplu of niet? Met wat, hè? Met een paraplu. Paraplu. Met de paraplu. Ik weet niet, man. Test het uit. Ik denk dat er mensen komen. Goeie, killen we. Denkt ook, maar easy. Yo, ja, die zijn bij mij. Oh god, wacht. Ik boek hem al. Ja. Ah! Oh mijn god. Je bent bijna dood. Eentje kijk op jou. 33 white, Nika. Ik heb eentje nog. Oh mijn god, goos. Ah, gaat niet zo Windows open! Kut ding, kut PC, kut PC. Kijk. Oh mijn god. Hey, welkom bij de stream. Dat je erbij bent. Hij is echt bijna dood. Dat is niet normaal. Nou joh, Jaylin. Hij gaat gewoon weer halen. Oeh, Toets, jij moet even snel weer lid halen, ouwe. Nu kan ik hem eens. Ik ga even snel op steen bouwen. Oh mijn, what the fuck. Oh, er zijn er nog meer mensen. Shit. Oké, nu ben ik wel blij dat het eerst even een paar minuten rustig was. Ja, nou, ik niet. Ik ben dood. Nou, joh, ben ik blij! Altijd al gewild dit! Ah, lekker. Hier ben ik. In het water of niet? Nee, hier. Ik heb ja, op het strand hier, daar. Shit, ja, die bloem van het ding, jongen. Veel verduisteren. Ik doe veel nul en een meentje. Er zit nog iemand in deze building hier ergens. Hier volgens mij. Oetoeks, kijk even je DM houden. Wacht even, ik ga vanuit het diepen nog eerst. Ja, hem had ik echt bijna dood. Volgens mij zitten ze allemaal aan het zwemmen. Ja, allemaal Brutus. Oh, die Brutus. Access heb ik dood, 33. Ja, 20. Ik doe veel, oh, joh, ben gesniped. Ik doe veel. Kijk uit. Hey, als jullie niet winnen, word ik heel boos. Oké. Okay. Ja, ik ben een sacrifice gaan... geweest. I sacrificed my own life in Pakistan. Dat is toch die meme van die ene guy. Oh, great carrot! Of zoiets. Oh, gouden pump ligt hier rond de grond. Oh, great! Ja. Gouden pump. En dat is lekker. Echt, man.
De nieuwe Bad Batch, ja, Bouke. Heb je hem gezien? De tweede aflevering al? Oké. Hey, hallo, welkom bij de beachball. Pik, ik wou even beachballen, ga niet meer schieten. Ik wou zo'n bal gooien. Kijk hem. Oh, hij moet cirkel. Komt hij alleen? Oh mijn god, hij is nu al. Ja, hij is bij mij. Ik moet weg. Want ik ga dood door het vuur. Dit is Bjorn of niet? Shit. Ik moet nog verder weg. Oh mijn god, het is een renegade. Nee. Wat voor game wat misschien? Ik heb het gezien, maar daar moet ik even over nadenken, oké? Wie is die renegade dan? Wat doe jij, jongen? Ja, dat is Juan. Ik weet niet hoe die eruit spreekt. J-U-A-N. Kut, jongen. Dat vuur is echt. Ik zou nog meer naar het water gaan, naar het eiland achter jou. Ja. Moet wel eigenlijk, hè? Ik heb bijna geen match meer. Ja. Je hebt 17 dood. Colin! Colin! Oh mijn god, gozer. Oh mijn god. Oh, vandaar ook nog. Oh, vandaar. Hey, Jam, welkom bij het stream. Ah, ik ga dood! Of Jam? Is het Jam of Jam? Ik moet gewoon inboxen. Ja, ik ga dood. Ga eruit. Uit je box. Maar overal zijn mensen. Goeie. Shit, man. Oh, daar ging TikTok aan. Ja, peper. Stop peper in je reet. Ja. Even harder. Ja, precies. Harder rennen jij. Hoppa. One. Hanje. Ja. Hanje. De attack is terug, Legas dus. Zo, met inventory. Wat? Heb jij een vriendin? Ja. Zo. Al eventjes. Voor elkaar heb jij het. Hè? Huh? Goed voor elkaar heb jij het. Ja, man. Jij kijkt zeker nu mijn Insta. Ja. Ja. Ook overwacht. Gewoon weer. Dat is wel een fancy foto. Als je vriendin van Mika zit te kijken, ik ga jou nu volgen op Insta. Ja. Nou, die kijkt echt. Die heeft het meest gekeken naar mijn stream. Wat op IK, welke misschien mijn Sons of Kroger bent. Ik krijg een puppy, zegt Shadow Royale. Je moet maar eens een keer in de chat kijken, Daphne. Ja. Het is een soort van de meeste uren ook. Gewoon voor de win. Ja. Ik zou gewoon de peper innemen, want dan krijg je wat AP van. Ja. Echt? Krijg je daar AP van? Krijg je volgens mij 10 AP van of zo. Oh ja, man, zo'n 4 maar. Oh mijn god, ik hou van deze gozer. Oh mijn god, ik hou van hem. Ja, er is zo'n flamebow, rot op joh. Oh, hij zit hier. Oh ja, heerlijk. Oh, ja, doe impuls dingen en dan let's go! Crack het fort naar mijn guy. Jij heet geen team, jij heet gewoon bandage, Justin. Laag het bandage. Ja, kijk, W. één bandage. Yo, daar heb je veel aan. Bouw je in. Ja, prima. Ja, maar prima. Ik zou een steen inbouwen, want er wordt een effect gezet. Ah, joh, boeien. Shit, even snel man. Dat ding. Boeien. Even die ene bandage poppen. Nee, het gaat waarom niet lukken. Gaat iedereen op jou? De code staat rechts in beeld onder de map Fishy Games. Oh, dit is het laatste team. Kijk, man, is ja, ik ben 1 HP. Dia is overleden. Ik weet dat het Bjorn is. Maar de meme blijft leven in ons hart geschikt. Oef, tweede. Dit doet pijn, man. Dit doet zeer pijn. Ik nou heb ik mijn leven gegeven voor niks, man. Oh, kijk hoe hij ook zit. Oh mijn god. Nou, GG's. Nou, GG's. Super fishy. Gewoon kijken hoe lang we nog gaan duren. We gaan lekker trio spelen. Omringen bij de custom options. Kan ik ook de dozen voeren. Kleine lettertjes. En dan gaan we lekker queuen. We won! Lekker Lara, GG's. Ik ben wel tweede geworden. Daar ben ik op zich niet heel erg ontevreden mee. Tweede vind ik prima. Ik heb in ieder geval even mogen spelen en even mogen leven. Ik heb niet echt veel kunnen vechten. Dat is dan weer jammer. Maar I'll take it in ieder geval. En de tering. Mijn... Oh. Nee! De code heb ik niet. Sheee. Even een andere code doen, jongens. Even kijken of deze werkt, zodat ik jullie weer de code ga geven. Lekker, Lara. En dat is mooi.
Ja, de code wordt huis. Dus we moeten even hem changen. Werk je? Nee, ik heb geen werk, Fortnite fan. Het beetje werk wat ik doe is, ik steek heel veel tijd in social media. YouTube, TikTok, Insta eigenlijk niet echt, maar... Ik ben bezig met heel veel andere dingen nog. Wordt leuk. Wil je echt een nieuwe skin? Ja, goede vraag. Oetoeks. Leuk. Echt leuk. Ook dit... Ik weet niet wat dit is. Let's go. Geen probleem, Jim. Nou, lachen. I like it. Lekker visie. Wie geld? Veel geld met YouTube of... Het is decent voor wat ik doe. Winter en geld. YouTube wordt net weer. Weekend loop zegt Niels. Klopt. Ik weet dat Colin deze skin raar vindt door zijn hoofd. Ik ben afgesproken in Success Live Music. Time dat kan jij Rebirth Harley Quinn aan doen, please. Doe ik volgende game. App jij. Nou, wat? Ik ben nou mijn... Nee. Ik dacht ik mijn web... Of mijn webcam. Dev app. Lekker Colin. Als jij dat wil, Lara, kan je dat doen. Het hoeft natuurlijk niet. Maar mag je wel doen. This cannot be gifted. Ah, joh, poep. Ah, dat hoor ik niet. De skin is leuk. Oprecht. Ik denk dat dat wel een skin voor mij is. 200 euro per dag. Nou, gewoon geef mij even de helft. Even één dagje in de helft. Ik ga huilen. Nou, joh, Dev. Ik zie wat je stuurde. Ja. Oh mijn god. Oh. Oh mijn god. Zo is dat positief. Ja, precies, Lara. Doe dan. Het mag, Lara, het hoeft niet. Dat je het weet. We zullen dat doen, prima, graag. Maar als je het niet wil, ook goed. Maar Def. Ik ga huilen, doe jij dat maar. Ik ga hem lekker starten, jongens. Succes in de game. Ja, Colin weet alles. Denkt hij. Hij wist niet dat we al een kind hadden. Dat weet hij nog niet, nu wel. Colin, ik weet niet of je er nog bent, maar die Sander in de Discord, hè, onze grote vriendelijke vriend. Oh mijn god. Nee, kijk, weet je, dat ding is, ik heb dus, wat wil ik nou zeggen? Dan ben ik het weer kwijt. Die Sander in de Discord, die stuurde van, oh, je zit er van dingen in de Discord, kan melding met everyone. Man doet alleen maar reclame over zijn Among Us server. Oh, dan is het goed, Colin. Die man stuurt alleen maar Discord reclame voor zijn eigen Among Us server. Among Us. Yo. Yo. Hallo. Hallo. Hey, Mika, ik heb de meest chunky skin in de game. Like, what am I seeing? Meer chunkier dan jij. Bro, ik ben niet eens chunky.
Shush. Chunky Dunky. Ik heb wel die bazonka onkan dump truck, man. Ja, maar... Hey, draai je hond aan. Nee, man. Aan. Nou, moet je voor betalen. We moeten... 10 euro. Hey, man. 10 euro. Wist je dat King Alert OnlyFans heeft? Nee, bro, niet al. Nee! Dat soort dingen moet je niet over hebben hier, man. Dan mag je het over hebben. Nee. Die websites mag jij niet vertellen hier op YouTube. Ja, maar ze weten dat niet eens wat het is, dus. Bro, YouTube system wel, en dan word ik gedemonetized. Klootjack. Oh. Ja, maar het is toch niet als je geld krijgt van deze... Boeien. Hé, boeien. Boeien. Ze volgen je allemaal, wat vind je ervan? Ja, nou, hey, Mika, dat zijn mijn volgers. Dat zijn mijn volgers. Nee! Jongens! Ik ga jullie gewoon muten nu al, gewoon. Nee, dit gaan we niet doen. Colin, allebei. Alleen fanaten, ja, dat vind ik het betere. We gaan het alleen fanaten noemen. Alleen volgers. Alleen liefhebbers, laten we het daarop houden. Fanboys. Yeah. Maar toch, ja. Oh, jullie willen daar jullie. Ja, oké. Okay. De kinderen uit mijn. Ja, precies. De kinderen uit mijn kelder. Tuurlijk. Ik heb 35 kinderen. Dit hebben jullie niet gehoord. FBI, dit heb jij niet gehoord. Ik heb geen kinderen in de kelder voor de redenen. What the fuck? Oh. Unmute me. Nee. FBI. Ik geef jullie één kans, hè. En vooral jij... Ukudumi, oh, ik geef jou één kans. Oh, channel. Kankerkind. Stinkstofzuiger! Nooit nodig, dat ding. Echt. Maar nu dachten ze, we gaan even een stofzuiger in de game toevoegen. Jij bent een stofzuiger, Mika. Ja, echt. Je zuigt gewoon al die fuse voor je... Voor je oh, ja. Hoe nou, denk je dat? En dat wordt weer gemute, oké. Ik gaf ze een kans, hè. App. Oh. Wat is er? Dat heb ik letterlijk tegen gezegd, Mr. K. Nee. Nou ga ik geen immuun meer krijgen ook. Hoe toeks aardig doen jij? Als hij is niet aardig voor mij, we gaan wel aardig doen voor hun. Bam, 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 bam. Omdat wij hele lieve jongens zijn. Ik heb wel een blauwe makeshift, die is wel heel huts. Pushy 46, kijk, 37 likes. Heel erg bedankt, jongens. Dankjewel. Maakt eruit. Nee, ik heb astma. Nog steeds maakt het er niet veel beter. COPD is wat anders. COPD is best wel wat nog heftiger. Maar nee, ik heb astma. Dat is ook het standaard astma lachje wat ik heb, hoor. Daar heb je helemaal gelijk in. Niks van gelogen. Ga heel lief zijn nu. Ga jij maar heel lief zijn, Aaron. Eén, dat is twee. Drie. Oh, dat bedoel ik. Vier. Ah, kijk, dat is zes. Top. Weggooien.
Ik denk dat boven nog in die kist loot, of is die kist al weg? Nou, dit kan nogal werken. Dan deze neem ik 100-100. Kijk, dat is top. Nee, er is zo'n 50% kans dat je het hebt als een van je ouders het heeft. En een veel 70% kans volgens mij als beide ouders het hebben. Nou, de kans is er natuurlijk aardig. Kijk, het maakt niet uit. Medicijnen nemen en ik heb er nul problemen van. Ik heb amper problemen ervan, hoor. Dat is heel fijn, hoor. Maar ik heb het wel. Het is geen Discord, Colin. Het is geen Discord. Neem die stinkvis maar mee. Dat mijn healing voor vandaag. We boeken hem gewoon lekker. Zas? Oké? Okay. Nee, we gaan het er niet over hebben, Def. Nee, dat vind ik een hele goeie van je. Echt nog een boog. Is verboden. Ook flame. Ja, weer een flamebow. Daar heb je toch helemaal niks aan als ik er al 500 van heb. Hamta zegt, I do een goede mod zijn. True. Nou, ja, Colin is er al even deze stream al bij. Dat is waar. Ik heb geen Renegade Raider time meer, nee. De meest oude skin die ik heb, en dan de oude skin die rare is, zijn Season 2 skins. Dat zijn Sparkle Specialist, Black Knight, Scroll, hoe heet die? Gaina Blue Scryer of zo. Iets in die richting, en nog die chick dan. Die Knight chick, je weet ook wat ik bedoel. De Season 2 Battle Pass skins zijn de oudste die ik heb. En dan die Arctic Assassin, volgens mij heet die zoiets. Dat is dan samen met die, is dat een beetje de oude pool die ik heb. Verder valt wel mee eigenlijk. Niet heel veel. Ik ben een heel jaar examens. Oh, wat. Ga ik aan mijn mini. Met die bedoeling. Eentje min 44. Die is aardig shield cracked. Ik ook. Even weer ophealen. Tot samen. Oh. Oké, legersus doet mee. Dat weet ik niet. Koffievee nodig. Nou, die heb ik hier nog staan. Dankjewel trouwens, Def. Maar, kijk wat wel heel ziek is dat ik van Def heb gekregen. Dat is wel dope. Check, wacht. Ik ga dadelijk wat laten zien. Als de game klaar is. Ik heb hele zieke dingen gekregen van Def. Ik vind het echt nice. Weet ik veel wat ik zei? Ik heb echt vrij weinig tijd gehad. Of ik ben heel druk met heel veel dingen. Ikke poots. Ja, vind ik een mooie. Laten we zeggen, waar, oh, we are the mafia, oh. Weet ik niet wat er is, eigenlijk. Wat het ding is, waarschijnlijk eerder zondag, maar dat weet ik niet zeker. Fancy, true. Luca deze zegt, ik kan niet spelen, oh. Maar niet uit Luca, gezet dat je bij de stream bent. Radin zegt, yo Mika, ik heb een nieuwe tel. Rin mijn koekjes, ik kon niet inloggen. Radin, blijf even 5 minuutjes typen. En zegt dadelijk van, Mika, fix het. Gewoon alleen dat. Niet zeggen wat te fixen, maar dan kan ik namelijk accounts overswitchen waardoor de andere leeg getrokken wordt en die niet. Die moeite wil ik wel voor je doen, Radin, omdat je veel hebt. Kijk, had jij hem echt maar 20 minuten gekeken, zou je zeggen van nou, die moeite ga ik niet insteken. Maar je hebt aardig veel gekeken, Radin, dus dan zet ik ze over. Dan krijg ik die andere leeg en dan zet ik de accounts over. Hey Henry, welkom bij de stream. Tot je erbij met Firehunter. Dat ik er ook bij bent. Mika fixt het. Bro, ik fix alles. Ik fix ook Def. Nee!
Waar kijk ik naar? Oh, deze guy zat ik net. Rijssel, zat ik net toch bij? Volgens mij wel. Leslie heeft mijn skin. Oké, Leslie. Oké, I see you. Er zijn heel veel mensen hier. Ik kan de cirkel totaal niet in de buurt. Dit kan nog interessant worden. Ja, Timo, waarom? Wat denk je? Kijk terug. Ik zei, ik heb een stofzuiger gevonden. Ja, Mika heeft stofzuiger. Ze zegt al. Ja, wat denk je? Loop. Fix 100. Nou, dat kan ik dan weer net niet fixen. Weet je, was maar zo'n feest. Ik ben band. Oh, grapje. Oh, ik ben geprekt van YouTube. Uitbetaald. Dat is jammer dat hij. Kom vanzelf wel. Maar morgen, ja, ik weet niet of ik morgen kan, Henry. Ik ben morgen wel lekker live, dat wel. Maar ik moet even kijken. Hey Rast, dat je erbij bent. Ik ben al een vriendin gefixt. Ik heb al meer dan een jaar met Destiny samen, Fortnite fan. Dus ja, al lang. Die was de afgelopen dagen bij mij. Samen met haar naar de stad geweest. Samen met deze hoedie gehaald. We hebben allebei dezelfde. Epic. Ik zeg, hoe lang ben je? 1,85, 86? Zoiets. Dus dat maar hoog in de 1,85. Net geen 1,86 in ieder geval. Ja, true death. Mooie goed foto. Oh, dat is een naar Luca. Enge drip. Ja, man. Respect the drip, Karen. Kijk naar Giorgio nu. Giorgio speelt altijd wel clean. Eigenlijk ingeschreven bij KVK. Nee. Voordeel van KVK natuurlijk dat je alles op bedrijf kan afschrijven, dus geen belasting daarmee hebt. Want dan zou ik allemaal inkomsten moeten betalen met belasting. En dat is het niet waard. Voorlopig. Zolang ik minder dan 10k vind, hoef ik sowieso nog geen belasting over te dokken. Kan ik je vertellen, dan verdien ik niet in een jaar. Was het maar zo'n feest dat ik op mijn 16e 10k in een jaar verdien. Dat zou heerlijk zijn geweest. Nee, dat verdien ik gewoon niet. Dus nee, ik sta niet ingeschreven, wat ik zei. Omdat je dan natuurlijk wel weer andere belastingen moet gaan betalen. Moet even kijken, Luca. Ik denk dat ik morgen wat langer live ga, omdat ik de afgelopen dagen wat meer afwezig ben geweest. Ik zie het wel. Maar dan zou ik wel 100 PayPal kunnen nemen. Maar ga ik nog steeds niet doen, vind ik zonde van het geld. Sorry, geus. Wat is er, Def? Brent zegt hoeveel potjes nog? Ik ga denk tot 10 uur, 9:45 streamen, dus ik ben nog een uurtje live. Kan je vanuit gaan, sowieso wel. Rip jou, Luca. Mika vindt alles raad in. Maar ik ga jouw dingen nu even doen. Je moest even een beetje wat sturen, daarom deed ik het niet direct, sorry. Oké, wacht even. Even kijken wat jouw oude account had. Okay, 35,93, dus het wordt 5,86,93. Als het goed is heb je nu ongeveer hetzelfde. Ik kan niks beloven, Raden, maar ik heb het redelijk goed gefixt voor je. En dan met die thema. Weet ik niet. Ik denk dat ik ze in ieder geval mooi op ga bergen, Def. En als ik wat kan doen, dat ik wel een paar mooie... Ik wil sowieso deze. Die wil ik misschien wel even ophangen. Die vind ik echt heel nice. Nee, kijk maar even. Ik vind ze leuk. Ik vind ze echt leuk. Wel deze. Zoals ik al zei. Maar ik ga ze daar nog even goed laten zien. De rest. Dat zijn jullie jongens, ik laat jullie dadelijk de tekeningen zien die Def voor mij had. Graag gedaan, Raden. Dus ik heb het ongeveer voor je gefixt. Waarschijnlijk zullen een paar minuutjes niet meer kloppen en de koekjes niet helemaal. Maar daar kan ik niet zoveel aan doen, Raden. Dat is nou eenmaal hoe dat gaat met overzetten. Sorry. Uh-oh.
Nee, ik vind dat Gengar is ook nog wel dope. Deze, maar... Oh, dat is Ahsoka, wacht. Deze, die van Gengar vind ik ook nog wel heel ziek. Maar, I don't know. Ik vind deze denk ik het leukst. Die is gewoon... Dude, en die ziet er gewoon het leukst uit. Baki. Hey Channel, welkom bij de stream. Gezellig dat je erbij bent. Gezellig van Marmika. Check je Instagram, ik heb iets nieuws gestuurd. Ik zal voor je kijken houden, Intel. Mika boos. Sorry, ik stuur een gifje naar iTix. Die kan ik echt niet laten zien op stream. Ik kan echt niet. Oh, dat is zo erg. Oh, dat is erg. Oh. Ik wil sorry zeggen, zegt Timo. Nou, ik unmute jullie nu. Hey, sorry, Mika. Geen probleem, ouwe. Sorry. We waren even. Niet, ik ben. Was niet aan. Ik ben even helemaal losgeraakt. Geen probleem, ouwe. Kijk, dan ben ik zo'n trein en dan ga ik van die rails op. Nee, geen probleem. Oeh, lekker gespeeld, Jojo. Dat was een hele mooie kill. Die was lekker. Nightshakes en Dylan, lekker gespeeld, jongens. Hey, later trouwens. Hey, GG. Doei. GG. Enge. Ja, mijn oren zijn meteen weer dood. Waar is Batman als je hem nodig hebt? Oh, Hein, ben jij het? Hein! Is dat Hein? Is dat de enige echte oude man? Oh, Hein, ik ben... Oh, ik mag jou. Ik mag jou, Hein. Oh, ik mis de tijden wel, man. Als jij de echte Hein bent, ik verwacht het wel. Hein, ik mis de tijden van survival dingen. Oh, dat was zo leuk. Oh, dat was zo leuk. Hein, ik moet je echt vertellen. Jij hebt echt een deel uit mijn jeugd daar gevuld. Echt oprecht. Daar heb ik zo van genoten. Ga nu even lekker trio spelen. Onder een custom options kan ik gewoon de huis intikken. Kan lekker meespelen. Oh. Ik meen het, Hein. Ik meen het. Oh, ik heb die code niet. Wacht. Of deze code werkt. Wie is Hein? Kennen jullie allemaal waarschijnlijk niet? Survival server waar ik vroeger, toen ik heel kleine YouTuber nog was, iets van 100, 200 subs had. Toen heb ik dus echt 3 jaar geleden of langer zelfs nog. Toen heb ik dus gestreamd en Hein speelde er ook op. Hein Welters daar. Hoe is het, maar is hij echt goed, Hein? Nu zie je met jou dan. En Hein streamde ook en nou, het was echt geweldig. Hij kon goed bouwen. We waren met z'n allen gezet op die server. En uiteindelijk, ik speelde niet meer. Ik speelde minder. Iedereen ging wat minder spelen. Community change. En wij veden langzamerhand weg van de rest. Nou, zo is het wat minder geworden. Maar dat is echt. Ik heb echt een lange tijd daar gespeeld. En echt veel in gespeeld. Dat was echt leuk. Hoe is het met jou, Hein? Precies slapen. 6 kills lekker bezig liggen, zus. Sowieso, Luca. Dat is de code. Code is appel. Werkt die niet, dan moet ik even opnieuw wat typen. Dan ga ik het even opnieuw goed doen, want dan heb ik weer eens een keer wat verpest. Back to soup. Ja, nee, ik had het gezien op je kanaal, Hein. Ik volg je nog, hoor. Ik had het gezien. Ik had het gezien, ja. Nou, leuk toch? Als je daar de interesse nu in hebt, doe je ding. Maar ik zeg, ja, weet je, als je dat leuk vindt. Ik heb niet echt wat met treinen. Al vind ik het wel, op een of andere, ik vind echt zo'n grote stad. Bijvoorbeeld bij Kerst ook, die dingen, die miniatuur dingen. Vind ik gewoon gaaf. Maar hier is Batman als je hem nodig hebt. Stiebe. Veel plezier met tekenen. Maar even tussendoor, voordat we doorgaan. Dev had voor mij wat getekend. En dat zijn... Dat is deze hele mooie tekening. Ik ga hem even kijken of ik hem laat zien. Dat is deze, dus nummer 1. Dan hebben we Ahsoka Tano, onze grote vriendelijke vriendin. En dan hebben we Gengar. En ik vind Gengar super ziek, omdat hij natuurlijk tekend is. Dus ingekleurd en alles. En hij ziet er heel clean uit. Maar... Oh, andersom. Deze is wel het cutest en het leukste. Dus ik ben echt heel blij dat Dev dat voor mij heeft gemaakt. Het is echt heel dope. Dus dat. Please do rebirth aan. Rebirth. Rebirth. Oh, rebirth Harley Quinn.
Ja, yeah, sure. Ik zal even een potje daarmee spelen. Wacht even. Doe maar een 3D print van... daar moet een 3D print van laten maken. Ja, van dat draakje zeker. Die is echt leuk. I like it. ...3D-print. Nice! Ik heb een keer een 3D-print op school ook en dat soort dingen. Gewoon voor een project, iets van technisch ontwerpen. Nou, leuk. Ik meen het serieus. Die support-dingen zijn verschrikkelijk om eraf te halen. Oh, maar dat was een wat oudere 3D-print. Dus echt... Oh, wat erg. Dus squats. Ik ga trio's doen nu, sorry. Tegen jou, Luca. Volgende potje kunnen we squats doen als jullie dat willen. Q, alleen nog even deze voor trio's. Volgende gaan we squat, Mika. Volgende gaan we squat, Joran. Volgende gaan we squat, Daantje. Eén potje trio's nog, oké? Want ik kan nu niet meer eruit knieuwen. Hierna, ja, hierna, Daantje. Hierna ga ik wel squatjes doen. De modern is even op... Ja, tuurlijk, Hein. Dat snap ik. Maar ja, zo'n oud ding is verschrikkelijk. Maar die nieuwe, dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Is allemaal veel beter ook. Alleen een beetje om goed te kunnen printen, natuurlijk. Maar als ik iets zou willen printen, zou het waarschijnlijk echt heel veel met Star Wars te maken hebben. Weet ik, voor al dat soort dingen. Het lijkt me echt dope om dat eens een keer te gaan doen, maar... I don't know. Kan je video van toen kijken? Kom. Watch video. Nou, gaan we nog even kijken en dan gaan we beginnen. Ah, leuk. Leuk, leuk. Want ik heb wel een small problem gekregen. De buren willen me uit mijn huis hebben. Ik maak te veel geluid, maar gelukkig lukt het hun niet. Zodra ik die printer heb, eerst heb ik dat print in Baby Yoda. Oh, Grogu. Ja. Ja. Hoe krijg je een skin? Gekregen dat weet ik ook niet. Volgens mij ben je een of andere vol poster, dat ook niet. Comic book of zoiets was het. Dadelijk, Luca. Je kan dadelijk squats doen. Ik weet echt niet wat ik bij deze tekst moet doen. Zal ik deze tekst gewoon even hiden dan? Gaan we gewoon even de, hoe heet dat? De, even kijken of ik hem kan vinden. Subcounter. Oh, dit is niet goed. Even daar. Prima. Hey familie Den Haan, welkom bij de stream. Grogu! Grogu is echt geweldig. Ja, ik ben nu met Def eigenlijk aan het genieten van de Bad Batch. Die kijken we nu samen, dat is wel leuk. Met Hunter, Echo, Tech. Wrecker. Oh. Yo. Zo, heb jij iets over de problemen van de problemen van de Ward? Ja, bedankt. Oh, daar gaat iemand. Sorry, gozer, ik moet je echt even muten, anders wordt iedereen mijzelf 500 keer op stream. Sorry, ouwe. Mika boos. Ik ben niet boos. Ik ben heel blij. Ik ben vandaag blij. Nee, maar met natuurlijk de Bad Batch Omega ook. Het is echt wel een leuke serie. Ik geniet er echt wel van. Het is wel leuk. Vandaag wel blij, gisteren niet blij. Hoezo gisteren niet blij? Gisteren was ik ook blij. Jij was ook blij. Jim, ik ben alleen. Ja, dat is kut.
Oh, dan ga jij dan even snel doen, wat een gezeik. Tot zo. Vind je het jullie? Mag je meedoen? En dit maakt mijn dag echt af, dat hij net in mijn stream is gekomen. Oprecht, jullie snappen niet hoeveel die gozer, of die man, of man natuurlijk, hoeveel die man voor mij heeft gedaan toen ik wat jonger was. Oprecht. Al best wel lang, legers, al best wel lang. Nee, oprecht, die man heeft echt voor mij echt veel, ik heb echt gelachen met hem. Het is echt... Hoe moet dat? Hoe moet je wat vinden? Je bent een simp, Mika. Ben geen simp. Ik weet hem niet te sturen, wacht. Wacht. Hoe bedoel jij? Kijken of we hier beneden nog wat kunnen vinden dan. Kijk hoor, zo, ja. Hier beneden nog iets, oh steen. I'll take it. Jullie, oh die jullie spot ook mee, gelukkig. Ja, een flamebow. Dat is clean, oké, okay, I'll take that. Floppers, ja, die neem ik wat liever mee. Die zijn wat beter dan die kleine visies. Niet zo heel veel aan namelijk. Een gouden flamebow. Kijk, dat is gewoon heerlijk. Dat neem je gewoon maar graag mee natuurlijk. Even naar boven. Wie kies jij? Pararoy of King? Paradus. Omdat ik met hem wat meer contact heb gehad. Vaker contact heb gehad. Ik zou zeggen, die ken ik het beste van de drie. Royalistic kom je nog niet zo snel mee in contact. Maar Paradus wel. Daar. Ik zou zeggen, kijk, die gozer reageert ook best wel veel op zijn fans. Op zijn kijkers en dat soort dingen. Vind ik echt heel nice van hem. Paradus. Je hebt veel zelf gedaan? True. Nee, maar dankjewel Hein voor echt de tijd dat we samen speelden. Echt dankjewel voor je tijd nog. Daar heb ik echt goede herinneringen aan. Oprecht. Mika, ik ga je gunnen, zeg Radin. Vertel, wat ga je me gunnen? Oh, wat? Oké, okay, ga zitten. Ga zitten. Oh joh. Ik heb mijn keel gejoinkt hier. Dankjewel, Radin. Er zit net 7 uur, maar weer was ik thuis. Final is here. Yo, dit nummer is vibe. Wacht even, dit nummer gaat wat harder zetten. If you wanna clap. Monkey rap. D.K. Donkey Kong. Wat is nog harder? Kom op, harder. Oh. Oké, crew. D.K. Donkey Kong. D.K. Donkey Kong is hier. Copyright maakt niet ook uit bij dit heen. Normaal gezien, laat ik zo zeggen, Nintendo muziek mag. Alleen ze hebben de laatste tijd de muziek die letterlijk gerepost is van muziek. Vooral van de Mario franchises. Dus ook Donkey Kong helaas ook. Heb je alleen de muziek. Letterlijk alleen de soundtracks, die mogen niet meer. De rest is eigenlijk geen probleem.
En voor de vibe vanavond, het maakt niet uit als ik mijn copyright claim krijg hoor. Trust me, vandaag maakt het me niet uit. Mika, wie kies je? Lara, dat dan is echt goede YouTuber of Enzo Knol. Ik kies mezelf. Zelfvertrouwen. Oh god, ik schiet even op niks. Dat is nog steeds luid. Muziek staat weer prima zo. En trouwens, dankjewel voor de mensen die geabonneerd zijn vandaag weer. Ik weet niet of er nieuwe vandaag zijn gekomen, die ook letterlijk uit de chat hier weer zijn geweest. Want ik was vanochtend, stond ik echt opeens zo verbaasd te kijken over hoeveel mensen gewoon vandaag gewoon random, terwijl niet eens live was, waren geabonneerd. Dus als jij er een van bent, heel erg bedankt jongens. Vandaag is echt te lang. Ja, misschien moet je ze binnenkort nog eens weer knippen, want ze waren echt heel lang. En ja, ik heb ze gevoeld, boys. Het deed pijn. Het was lang. We hadden midden in Nederland afgesproken, Rade. Dus wij brachten en haar ging haar ophalen. En zij was dan... haar vader bracht en viel erop. Ja, lekker toch. Oh shit, ik val even. Dat is niet zo handig. Oh nee. We moeten terug. Wat? Die deed mij damage? Oh no. Nou, Def die de hele tijd... Wij gingen dus gewoon hand vasthouden, zo. Of zo. Wat doet zij met haar duim? Met haar nagels, de hele tijd zo. De hele tijd zo mijn hand prikken. Dat deed pijn! En ze heeft mijn duim kapot gemaakt. En ik weet niet of dit door haar speelt of door mijn muur. Mijn muur is ook niet de meest aardige, hè? Nou. What the fuck? Nee, Radin. Tot dan, geluid, Ruben. 10:15. Zo. Zo. Heel mijn ice teacher komt even naar boven. Godsamme, dat was wat minder fijn. Dat klopt, Def. Nee, kijk. Mijn muur, dat is gewoon uit de bouw van de tijd. Er zit gewoon lekker dat schuimje zo erop te spuiten voor die muur. En dat maken ze niet glad. Dat was toen heel erg mode. Nou, dat is niet het meest handige. Het is aan de andere kant, geeft het wel weer een textuurtje. Maar nee, het is niet echt fijn als je er tegenaan ligt. En mijn bed ligt ook niet echt heel erg ver van mijn muur af. Dus ja, je voelt mijn muur. Maar dan moet jij ook even soepel gaan liggen, want dat deed jij ook niet. Mika, ja of nee? Ik wil meer kennis van jou. Ja of wat? Of wat? Wat moet ik ja of nee zeggen? Luca, je moet niet spammen, goos. Niet spammen. Muurreveal. Nee, je mag mijn muur best zien. Die hele boeiende muur. Maar kijk, zie je wat op die muur zit, zo? Die bubbeltjes. Dat is van de bouw, maar... Ja, precies zijn. Nou, soundproof... Maar ik kamer heeft weinig echo, maar dan komt misschien ook iemand alles wat hierin staat. Bro, kijk DM, ik zal even kijken. Ik ben 16, Mika. Maar foam. Ja, of eierdoppen. Oh. Ja, nee, het is... ik ga wel in dat wel, want... ik heb nog heel wat dingen die ik wil gaan doen komende tijd. Hij, en dat is ook voor de rest in de chat leuk om te weten. Heel wat leuke dingen nog gaan doen.
En mogelijk heel zelfs heel mijn kamer nog gaan verbouwen naar even wat weer wat ouder, wat professioneler, wat meer studio richting. Maar dat is allemaal voor weer een jaar, dat is alweer op jaarbasis, is dat weer allemaal voor mijn kamer in ieder geval. Ik heb nu op het moment 2 grote projecten. 3 misschien. Eierdoppen, ja, soundproofing, ja. Moet je ze wel goed neerzetten tegen elkaar aanzetten. Als je letterlijk een eierdop gewoon zo neerzet, dan werkt het niet. Maar allebei de kant, dan zou je ze zo neerzetten, zoals je halve eierdoppen hebt. En dan ook zo werkt allebei. Zolang het geluid maar erin kan bouncen, gevast komt te zitten, dan is het soundproof. Ja. Geen probleem, Luca, geen probleem. Niemand is boos op jou. Alleen ja, soms moet iemand dan eventjes een time-out geven. Maar niet uit, ouwe. Maar niet uit. Niemand is boos op je. Geen probleem. Oh, ik heb wel mijn dagje zo vandaag hoor. Lekker hoor. Zo, deze Pokémon Battle muziek. Hey Tim, welkom bij de stream. Heb je eindelijk je mods gevonden? Ja, ik heb eindelijk een mod team die lekker bezig is. Ik heb natuurlijk in de tijd dat jij er was, heb ik natuurlijk heel veel mod giveaways. En ik heb echt... Oh, spijt van die tijd in ieder geval met dat soort dingen. Ik was echt dom toen. Maar ja, gewoon van geleerd, weet je wel. Fouten leren. Nee, ik heb een mod team nu van 5-6 man. Die gewoon lekker afwisselen met elkaar. In ieder geval dat er genoeg altijd zijn. Dus dat is in ieder geval belangrijk. Geen probleem, Luca, heb ik al gezegd. Oh. Ga even kijken naar Björn. Oh, Björn doet mee, gezellig. Hij is alleen. Een roleplay streamer. Lekker heen. Nee, mod zijn is kijk niet voor mijn ding hoor. Nou joh, Dev. Nee, mod is het gewoon niet voor mij. Ik vind zelf mod zijn niet zo leuk. Omdat ik één, niet veel tijd heb. Dan voel ik continu druk. Dat snap ik ook als mensen dat niet willen worden. Er zijn ook bepaalde mensen bij mij die gewoon geen mod willen zijn. En anders zit er weer van, ik wil graag mod helpen. In de zo zit denk ik toch. Meneer Tamer. Nee, rustig aan Luca. Krijg je dat niet meer. Geen probleem. Wat eigenlijk de ene keer Pikachu is ja met mijn kat. Oh, rip mijn hand. Die deed niet hard bij de rug. Maar ga je niet hard op de rollen. Van buik naar de rug. Oh. Def, je wil niet weten hoeveel pijn ik heb. Blazen in mijn mond. Oh mijn god. Echt. Ik hoop dat het maar snel weggaat. Jawel, Miel, ik heb hoi tegen jou gezegd. Nou, anders nu, hoi. Zo, jeuken mijn rug opeens. Oeh. Even jeuken. Ja, maar ik voel het wel de hele tijd, Def. Ook met praten. Het is verschrikkelijk eigenlijk. What up, Henry? Je hebt zo'n klein dingetje, net zoals mijn duim. Je hebt dit. Zo, als mijn camera focust. Dat. Dat heb ik niet. Maar mij is letterlijk heel mijn bovenkant van mijn lip kapot.
De onderkant is nog heel gebleven. Oh. Ja, ja, zeker. Ik doe een paar dingen. Een paar dingen op mijn kanaal in ieder geval. Nou, Fortnite Customs. Zoals ik nu ook gewoon doe, weet je wel. Gewoon lekker Fortnite Customs. Ik gooi hem lekker aan de stream. Ik ga lekker spelen dit spel. En verder is het eigenlijk meer gewoon chatten. Lekker gezeik met elkaar. Gewoon lekker lullen met elkaar, weet je wel. Zo, een beetje dus meer de gezelligheid ermee. Minecraft heb ik altijd gedaan. Nog steeds eigenlijk wel. Nu, afgelopen iets minder. Mario, gisteren, of eergisteren, woensdag. Iedere woensdag maak ik een Mario aflevering. En ik doe nog soms Rocket League. Dus ik doe sowieso 3 dingen door elkaar. En vaak nog wel 1 dingetje extra. Hey Tim. Eén probleem, Luca. Hoef je echt niet te doen hoor. Ja, precies. Nou, Def, ik krijg 1 uur niet te horen hoe lang nog. Dus dat is op zich wel weer fijn. Maar wij moeten in de zomervakantie weer afspreken, meis. En dan kom je weer hierheen. Hey Tim. Dan ga je gewoon lekker hierheen komen. Of we gaan naar jou. Maakt mij niet zoveel uit. Kijk maar hoeveel we zijn in het team. Even kijken naar jouw team hoor. Oh, je bent er in je eentje, Lara. Oh, achter in je rug. En daar gaat Lara. We kijken wel even naar Björn weer. Björn doet het goed. Ik ben bol tegen Henry. Oh. Ja. En nee, ik snap je trouwens heel goed hoor, Hein. De afgelopen tijd, Fortnite blijft langzamerhand. Nou ja, het gaat niet dood. De game is zeker niet dood. Maar het is niet meer de grote game die er is. En valt dat ook wel worden mee. Valheim heb ik gedaan, Hein. Niet mijn ding. Klinkt stop. Ik had altijd heel veel plezier. En ik heb het spel nog wel. Dus ik kan hem altijd weer erbij gaan pakken. Maar waarom ik het niet heb gedaan eigenlijk. Is ik vind de game te lang duren. Vooral met die. Ik vind het echt. Ik heb een scheidhekel aan die stamina board. Daar kan ik zo slecht tegen. En de game duurt voor mij te lang. Het is een te slome game. Je komt er te slom doorheen. Ik heb hoeveel uur gespeeld? 7 uur en ik had toen pas de eerste. Nou, ik had er wel 1 bol. Had er 1. Ouwe. 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 Fire Hunter, wat het dan is. Het is. Laat ik het zo zeggen. De meeste op mijn kanaal komen gewoon voor de gezelligheid. Noem even een Milan bijvoorbeeld. Milan zou het echt niet boeien, want ik speel. Die is ook door in Rocket League een beetje gekomen, omdat hij het ook gewoon leuk vindt. Bij mij wil gewoon meedoen. Ik speel niet veel Rocket League, maar als ik stream, doet hij lekker mee. Het is gewoon, ik speel gewoon wat er leuk is. Ik speel wat ik leuk vind. Het maakt er niet uit. Hopelijk toch. Die ken ik, hij, ja. Is wel lachen, heb ik nog een keer gespeeld. Nee, ik zit eigenlijk heel erg te wachten nu op, Knockout City, die nieuwe game van EA, die trefbal game. Daar zit ik heel erg op te wachten. Verder eigenlijk niet heel veel of zo. Nee, het is. Ik stream zoveel en ik doe zoveel rondom het YouTube en al dat soort dingen. Gewoon weinig tijd te vinden. En anders is het wel weer of Star Wars kijken of wat dan ook. Genoeg te doen. Maar ik ben af en toe een beetje in Apex gerold. Gewoon omdat het ook gewoon lachen is. Gewoon Apex. Gewoon een beetje af en toe zo'n Apex potje spelen. En verder nee, eigenlijk heb ik niet echt heel veel te doen ofzo. Ik ben meer richting Star Wars kijken. En de afgelopen tijd ben ik wel meer aan het gamen weer. Jente tegen Björn, dit is nice om te zien. Oh, dit is niet de Jente, de JX-ente, maar Jente van jou, Milan. Ja, zeker Hein. Heb ik afgelopen. Nou, vanochtend heb ik die samen met Def gekeken en. Woensdag? Was dat Def? Woensdag toch? Nou, ik heb met Def pittig van Star Wars gekeken toen ze hier was de afgelopen 3 dagen. We hebben episode 6 helemaal gekeken. Bad Batch aflevering 1 en 2 hebben we gekeken. We hebben nog YouTube gekeken. We hebben TikTok gekeken. We zijn even naar de stad geweest. We hebben genoeg gedaan. Mees is gezellig mee, lekker bezig Mees. Björn, goed gespeeld! Ja, woensdag, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik kon niet wachten, Def. Sorry. Ik moest hem kijken.
Ik hou van de Bad Batch. Oké, okay, we gaan nu even één potje squats, dat heb ik ook gezegd. Eén potje squats en daarna gaan we weer wat anders doen. We zien wel. Nee, dit wordt niet mijn laatste potje. Nou, misschien wel, misschien niet. Denk ik niet, maar... Ziet wel, joh. GG's. Even kijken, hebben we nog een leuke skin? Ik heb een Sith Trooper. Dat heb ik nooit gesnapt waarom ze de Stormtroopers uiteindelijk veranderd hebben vanaf de Clone Armor. De Clone Armor was niet eens heel slecht. Nou, maakt niet uit. Dan valt er weer een theorie voor zijn of wat dan ook. Tim zegt, kom duo. Ik had beloofd om squadjes te doen, Tim. Misschien dat je inderdaad duo gaat doen. En kijk wat voor jou. Komt helemaal goed. Stress niet. Ik ben sowieso morgen nog wel even live houden. Komt helemaal goed. Lekker wat een gezeik. Gezellig toch, ouwe? Gezellig. Echt leuk dat je erbij bent. Is het goed, Lara? Fishy, ik ga random veel. Doe de kwakkeling skin aan. Nee, Brent. Nee. De complex heb ik ook nog steeds. Deze zijn in de shop. Wacht, wat? King of the Night Foods. Oeh, die zijn wel leuk. Oeh. Oké. Ik heb wel lachen eigenlijk. Is het 2604 bucks waard? Nee. Denk het niet om eerlijk te zijn. Maar zijn wel leuk. I like hem. Ja. Ik denk dat ik nog 2 potjes ga doen, Sjoerd. Misschien 3, maar ik denk nog 2. Dankjewel, Luca. Nou, ik moet toegeven, ik vind het echt gezellig om met jullie ook bij een première te zijn van een Mario video. Vind ik echt leuk. Vind ik echt gezellig. Bluff en koop die. Nee man, ik ga niet 20 euro aan dit spel uitgeven. Ik wacht nog heel veel andere dingen en ik moet nog wat andere dingen halen. Is goed, Luca. Veel plezier met deze video. 1 op de 10 dat je hem koopt. Sure. Ik heb een getal. Hey, wacht, ik schrijf hem op. Wacht, heb ik een blaadje hier in de buurt? Ik ga niet op de tekeningen schrijven, vind ik zonde. Ja, ik heb hier een blaadje met een gare tekening van mezelf. 1 op de 10, dan koop ik hem, oké? Okay? 1 op de 10. Dus 1 en 10 tellen mee, hè? 1 en 10 tellen mee. Oké. Okay. Ik heb hem hier geschreven. Ik ga hem niet laten zien. Ik denk dat ik een rondje eromheen heb getekend. Kan ik dat laten zien? Anders even zo. Hier, kijk de tekening. En daar staat hij onder mijn duim wat. Oké, wie zei dat nou tegen mij? Oké, familie Den Haan. Welk getal denk je dat het is? Welk getal? Jij mag kiezen. Omdat jij het tegen me zei. Ik zie nu al, als het iemand anders was, bijvoorbeeld Fishy Games was, kan ik een tip geven. Het is hem niet. Het is 1 op 9 nog. Nou, kom op, familie Den Haan. Welke denk je? 9. Dat is 2. Dus Blue Water Young nog goed, maar ik ga niet kopen. Nu 7. Ik had 2. 501. Vind ik ook zo'n... Snowy. Trouwens, leuk verhaaltje nog voor jullie. Ik was dus vandaag met Def gewoon wat aan het chillen. Niet heel veel boeiend. En er was dus, ik zat op TikTok te kijken en ik kreeg best wel wat meldingen van TikTok, want die video van, Wollak zweet, die geweldige TikTok, die krijgt nog steeds af en toe het views. Die genereert gewoon langzamerhand views, dus per dag weer ongeveer 100 erbij. Was dus een guy die ik lange tijd al volg op YouTube, waar ik al vaker gesproken mee heb. Hij streamt Engels, maar hij is Nederlands, dus het is een Nederlander die Engels praat. Nee, doen we misschien volgende, na de volgende lobby, oké, net? Die was opeens reageerde van, wacht, ben je ook Nederlands? Hij kende mij, ik ken hem ook. Ik zag hem eens een keer op mijn For You page langskomen, dus toen volgde hem ook op TikTok. Nou, zo, hij kwam ook bij mij. Hij zei opeens van, bro, ben jij ook Nederlands? Had toch gezegd? Dus op een of andere manier kom ik in... Even kijken of ik die comment nog kan vinden. Ja, hier. Codec is dat. Kijk hier.
Ja, ik zit bij hem. Nu kom jij in mijn for you page. Nu zit je leden vast. Lol, volgt hij me daarna. Die guy had eerder op mijn for you page gezegd van... Hé, ik heb je een for you page, stop dat ik je ook daar zie. Ik zo, en toen... Van, ah, ik ken je een beetje zo. Hi. Hi, Henry. Ik word gewoon geskipt hier, ouw. Er is geen thema, Koen. Dit is gewoon een normale match. Dus je mag gewoon lekker killen. Vanaf het begin. Hi. Hi. Hallo? Zo. Hallo? Yo. Yo, man. Zo, gaat soepel. Mijn kill is echt zin in vandaag. Oh, te veel gedaan. Ik ben moe van. Ken je wel, hè? Soms gewoon te veel doen. Moe, ja. En Def, als je het nog bent, moet je even zeggen. Oh nee, Blue Water. Wacht even, nog meer dingen selecteren. Oké, nu mag je wat selecteren van mij. Maar wil je landen, Henry? Kies jij maar. Niet zeggen, want iedereen hoort je nog wel. Thomas, ik doe het 144. 144 cap ik hem ook op. Help. Wat is er, Def? Trouwens, echt die... Oh. Oké, dit is over fancy achtergronden gesproken. Oh, je ziet het niet door de kleurdingen. Nou aan maar. Heel de dingen verpest. Zo raar zoals ik jou doe, gezeik. Dat is een beetje raar. Zeg gewoon dat je niet wil vertellen, Def. Simpel. En ga dan lekker streampje kijken. Oh, dit nummer is zo'n vibe. Wacht, ik moet het even weer omhoog krenken, dit nummer. Wacht even hoor, ik moet even op dit nummer viben. Eén dead. Wow, heb je nu al een kill? Ja. Je gaat gek, ouwe. First blood. Dat sowieso. Er zit letterlijk een dino in mijn huis. Ja, dat klopt. Ik heb ook een 3070, Thomas. Mag ook wel dat ik wat kan. Terwijl we lekker aan het viben zijn op deze muziek, laten we even de vibe Pipo Jam even aanknallen. Echt sneu voor diegene. Nee. Ben je dat door een... Ik heb iemand. Nee, niet door een dino. Moet ik komen? Nee, ik heb hem al. Ik heb het gered. Dus dat is allemaal onder controle. Kan iemand mij helpen? Moet ik jou helpen nu? Ja. Oh. Wie is dat? Wie is die Harley Quinn? Heeft iemand use voor mij? Dat was Milan. Ja. Was op voor die dino. Zo, ik word even aangereden en uit de lucht geknald. Oké, nou daar gaat mijn leven. Dat was mijn leven weer. In de streamdeck. Wacht, ik pak hem even erbij. Kijk, een XL-versie ook. Ik heb alle knopjes en dingen gewoon bij me. Super chill voor streamen en voor andere dingen. Zo kan ik mijn mic mute ook nog. Hou ik gewoon nog dingetjes bij. Vooral voor streamen is chill natuurlijk. Heel krachtig. Ik vind dit kut. Def, doe maar gewoon niet, oké? Okay? Ik heb hem wel opgehit. Niet met de anderen erbij. Oh. Minis! Hello. Chill. Oh. Ja, ik ben dood. En hier heb ik een hele squad op mij. XL, no way. Boom. Ja, dat klopt. Die heb ik ook moeten kopen. Is weer een overdrijven. Oh. Maar ik heb, wat het was, een fishstick heeft mij toen eens een keer het geld daarvoor gegeven. Die zei van, nu ga je de XL-versie kopen ook. Ik zei van, bro, luister, dat is natuurlijk handig. Ik wilde die hebben. En ja, dat is het eigenlijk. Toen heb ik hem uiteindelijk ook gehaald. Want ja. Hoi. Hoi.
Toen heb ik het uiteindelijk ook gehaald en dacht van, nou weet je, dat, dit is ook wel, dat is wel leuk. Oprecht, een XL-versie is ziek chill. Ik ben al dood, Matty. Kan je me accepten als vriend? Ja, tuurlijk, Goos. Wacht even. There you go, alsjeblieft. Hou mijn oren. Oh, is goed, Henry. Vriendelijk, sorry, Tim, dat gaan we maar even niet doen. Die gaat dood. Kost nog pauperveel. Nou, mini ja, maar ja, ik... ja. Ik ben heel blij met die XL. Oh, je bedoelt deze, Thomas. Ik neem aan dat je een guy bedoelt. Stream Deck, knopje. Geef je aan, geef je uit. Het is gewoon een gifje. Ja, maar je ziet hem ook iedere keer op en neer bouncen. Het is gewoon hetzelfde. Maar met de Stream Deck kan ik hem de source aan en uitzetten. Geef hem alleen visie. Yo, Henry! Gewoon goede storytime. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Waarom neemt hij gewoon niet twee big pots in? Huts. Oh, handig dit hoor, weer MC. Hallo? Weet ik niet, Timo. Je kan opzoeken Stream Deck XL. Dat is de prijs. Die heb ik gekocht. Ja? What up, Henry? Yo! Ja, die explosive golden bow is wel heel erg nice. Die zou ik gewoon lekker meenemen, MC. True. Daar ben ik wel mee. Daar ben ik het mee eens, schuldige zeik. Eens. Ja, dat is nog wel even. Maar kijk, de cirkel nog. Kan nog wel even duren hoor. Het zal nog een rustige match worden nog even. Totdat we denk nog twee cirkels verder zijn, dan gaat het los. Geen probleem, Thomas. Ik doe mijn best. Aardappelstokjes is een feit. Ik heb die TikTok zo gezien. Ik ben je groot van. Van die man die letterlijk in zijn oor... in mijn oren schreeuwt. Iedere keer als ik zijn TikTok bekijk. Met zijn poepmic. Die gold oor of zo is het. Weet je precies. Ik weet wel wie je bedoelt, wat een gezeik. Dat weet ik wel. Oh, je bent Floris. Oh. Hi, Floris. Ja, hey. Je YouTube is natuurlijk wat anders. Wij hebben in mijn Discord letterlijk een Damika-streak. Let's go. Goudblokje, ja dat, ja dat, precies. Ik weet wie je bedoelt, ja. Nou, dat was het, ja. Met die gold ore als profielfout in ieder geval. Aras, gewoon veel aanzetten. Dan kan je mogelijk bij mij komen. Of wat andere mensen. Oeh, deze guy is weer in fight. Ja, Damika. Let's go. Hi, Mitch. Ai, 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 ai. Gozer, Mitch. Bro, ik hou jouw comments zijn echt
op de top, echt. Oh, misgozer, geweldig ben jij. Hey, 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 hey. Kijk, dan, eigenlijk moet je dan even gewoon zo. Let's go! Dan ga ik in mijn hoodie stijl. Is goed, hè? Is goed voor ons. Ai, 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 ai. Precies, Mitch. Maar Mitch, hoe is het met jou dan? Oh, man. Dat was het al, maakt niet uit. En bij mij zijn ze kind of gelijk. Maar dat maakt niet uit, hè. Bij mij zijn ze net even een beetje ongelijk. Een beetje. Nou, laat zien, Tamer. Wat heb jij in petto? Met keertje in ieder geval. Oh, jullie lekker gaan kijken. Ik pak er even zo'n ding bij. Sorry hoor. Maar ik heb gewoon zin in zo'n ding. Dat is een hele pot vol met die dingen. En dan bedoel ik ook echt vol. Ja, vol. Ik heb er al veel uitgehaald, maar... Er liggen er ook overal van die... Ja, hier weer één. Ik heb gewoon die op mijn bureau alleen al. Nee, even stil jij. Nee, precies, Def. We kunnen overal slecht bij denken. Weet je nog wat je in de stad zei tegen mij? Nou, oké dan. Yo, Thomas. Doe ik je mijn ding op. Precies, Thomas. Hij gaat hem Thomas noemen. Hey, Gejot, welkom bij de stream. Doe maar niet, Lara, dat ben je niet. Dat waren mijn tanden. Au. Maar wat wel raar is als je dan denkt dat je een of andere bosbest smaak hebt op te pakken. Gewoon zo'n fruitversie van zo'n zo'n snoepje. Dan heb je opeens drop. Ik ga even kijken. Dankjewel voor de suggestie, Hein. Ik ga even kijken nu meteen. Ik kan ook even kijken. Een Renegade Raider. Ja. De OG skin. Het is wel een beetje zo'n... Volgens mij ken ik dat.
Dankjewel Hein, ik ga hem even opslaan, dankje. Goedenavond Brent. En dankjewel Jasper voor 2,29. Dankjewel. Was een tijdje weg, maar ik ben er weer. Ik was dus sinds dinsdag ook niet meer qua streamen. It's only money. Dankjewel Jasper. Mag ik eventjes een, nou wat gaan we nu doen? Giraffe in de chat voor Jasper. Weet ik veel. Ja, giraffie. Dankjewel Goos. Giraffe. Neem mijn duim. Boom. Zo. Hele wandeling gemaakt naar de koelkast. Oké. Okay. Let's go! Met mijn tanden met deze snoepjes denk je van... Hell no! Nou, dan ben jij niet mijn vriend dan. Ik heb geen vrienden meer. Al mijn vrienden gaan weg. Let's go. Schrik me dood wat een gezeik. It's only money. Ja, maar nu wil ik een Daminka. Voor de leden die er zijn, gooi even een Daminka emote in de chat. Ik gooi er ook wel een. Let's go. Demon, welkom bij de stream trouwens. Dus ga je nog een game. Ja, nog één potje ga ik je nou. Ik ga er nog eentje. Nog eentje. De laatste wordt dit voor mij. Hierna. Ik moet een frikadelbroodje, zegt Thomas. Ja, vind ik ook. Mees, Timon, alsjeblieft. Even aardig doen, nog zijn die vrienden van elkaar. Weet ik wel wat jullie vrienden zijn, maar aan dat doen in de chat alsjeblieft. Let's go! Ja, precies. Tjus. Nee, dat had ik al verwacht, Mees. Maar soms doen vrienden ook kut tegen elkaar. Hoezo denk je dat? Omdat vrienden soms ook kut tegen elkaar doen en makkelijk elkaar voor wat soort zooi uitschelden. Maar ik heb al gezegd, ga er alsjeblieft niet op door. Oh, doei Lara. Ik had al verwacht dat jullie geen vrienden zijn, maar al zijn jullie vrienden, Mees, in die manier had ik het verteld. Zo bedoelde ik in ieder geval. Als ik het zo niet had verteld, sorry dan, maar... Het was meestal van, soms zijn vrienden tegen elkaar aan het klooien en dan denk je van, die zijn helemaal geen vrienden. Maar, als je vrienden bent, dan nog. Zo. Ga je PC, Mitch? Oké. Stuur me even binnenkort je specs op. Daar ben ik wel benieuwd naar. Als je een PC gaat halen, laat me even weten wat erin gaat zitten. Oppo de schildpad, zeker een mooie. Oh, mijn neus jeukt echt heel erg.
Ja, ik ga je dan nog één game vie. Ja. De laatste, de 1v1. Dus een Juan. En wie is die ander? Giorgio. 42 geert op Juan. En Juan gaat dood. Giorgio wint het. Lekker bezig, Giorgio. En later, grat vind ik een vriend. Doei. Doei, doei. We are going on a holiday. Nee, dat ook weer niet, Valentijn. Omdat ik vandaag wat later begon. Ga je van, ja, doen we eentje nog. Eén later avondje. Ik wou nog op bordje. Rustig aan, Madagascar. Is goed, Floris. Loop jij nog maar even naar de koelkast. Ik ga even een andere skin erbij pakken, voordat ik weer door mijn korte kop heen gejast word door met allemaal guns. Even kijken. Welke gaan we erbij pakken? Tot ik even eentje zie waar ik zit van, nou, niet zo leuk. Dat was die. Dan zie ik zo van, nou, die is leuk. Ga lekker slapen dadelijk even. God, Sam, mijn kill die is in het dood gegaan. Ik wil nog even Daan. Maar wat een gezeik. Maar nogmaals, wat een gezeik. En Jasper, dankjewel voor je donuts vandaag, jongens. Ik heb wel meer verwacht van Sjoerd. One. Ja, dat ik door, Def. Ik wil nog even timen. Ik wil bij jou, zegt Floris. Was je dat niet net al? Was het een andere Henry? De naam Henry zat bij mij net in de game. Schrik me de kleren. Oh, it's only money. Adix, het is waarschijnlijk een van mijn mods. Gewoon aardig doen in de chat. Oh, freaking. Zoals ik net al zei tegen iemand anders. Al is het je vriend, al is het een random. Gewoon aardig doen. Anders gewoon hard voor je, man. Simpel. Dan niet. Als je het niet normaal kan doen, dan niet. Apex, weet ik niet, Ruben. Denk het eerlijk gezegd niet. Dank je trouwens iets wat ik gezegd voor 1 euro. Donatie weer. Met Juan. Mijn Discord rol. Juan. Meme maker. Juan. Code staat groot onder in beeld, Jasper. Ik ben gewoon moe. Is goed, hè. One. Maar dankjewel, zo, dat zei ik weer voor je 1 euro. Ik kan niet meer zoveel custom rolls maken. Dus we zitten alweer bijna op de max rolls volgens mij alweer. Dus ja, we hebben echt een lijst. Dus ik denk niet dat ik dat ga doen, goh, sorry. Wel bedankt. Ik had een timeout, dat klopt, Mees. Die heb ik gegeven. Zoals ik al zei, timeout is gewoon even om even wat dingen te sussen, meer niet. Maar geen zin in dat jij tegen Timon was, volgens mij. Laat het lekker gaan, Mees. Laat je niet opfokken. Nou, ik ga hem lekker starten. Succes in de games. Caps lock. Nee, gesus. Nee. Je hoeft niks anders te doen. Oh, je had net alleen een duo's hoeven te switchen. Meer niet. Oh.
Jongens. Ik ben normaal gestart, Gozu. Sorry. Er zit al delay op de stream, dus misschien denk ik dat ik nog niet gestart was, maar... Wat doe je? Zegt Simon. Start een mes. Hi Jasper. Als je wil weten wat we precies doen, Simon, uitroepteken regels. Dan weet je precies wat je moet doen. Ja, ik ben morgen live, hadden ze zei. Speel je FIFA? Nee, ik speel geen FIFA. Ik speel geen FIFA. Ik ga even mijn scherm hier uitzetten, Jasper. Wacht even. Oké. Okay. Oh, laten we. Goeie vraag voor jou. Kom daar maar. Is goed. Ik weet niet, Fire Hunter. Kijk wel even. Of ik hierna nog één ga, dat weet ik niet zeker. Mijn lip is zo opgezwollen ervan. Dat is echt niet goed. Zit er net niet in. Oh, siep, nee. Dan had je even moeten zeggen dat ik iets langer moet wachten. Dat was geen probleem geweest. Nou, ik zag al heel lang 2 minuten niemand nieuw joinen. En dacht van, nou, start ik maar gewoon, weet je. Dat was alweer 4 minuutjes. Dan start ik hem lekker. Morgenavond weet ik niet zeker, daar kijk ik nog even naar. Maar morgen ben ik denk live rond 1 uur. Het is gewoon vroeg in de middag. 1:30, 2. Gewoon vroeg in de middag begin ik. Je ziet het vanzelf, we houden melding aan. Er gaat 1 iemand mee. Heb ik wel. Snel wat shield ingenomen. Ik heb gezet. Hey, dankjewel, Ghost. Sorry dat ik wat te actief ben. Ik ben het broertje van Simon, zeg Marius. Gezellig, Marius. Tof dat je erbij bent. En Simon, tof dat je broertje erbij is, houden. hoeveel games hierna? Weet ik niet. Ik kijk even. Dat is het hele ding, Siep. Zoals ik net al zei, ik ga sowieso nog 1 game. Hoeveel games ik daarna ga doen, ligt ook een beetje aan mijn energie. Hoeveel mensen er nog zijn, et cetera. Aan de andere kant, morgenmiddag ben ik heel lang live weer met wat customs. Dus... Oh, dat is daar eigenlijk wel. Ja, niet heel veel boeiends verder eigenlijk. Zwaar te doen. Misschien moet je je vader ook niet Juan noemen. Ik denk gewoon een kleine tip van mij dan weer, weet je. Oh, hij zit op het dak bij jou. Hoera. Dat lukt nog wel. Oh, hij zit boven mij opeens, what the fuck? Oké, hij is min 62. Pas wel op. Ik ben zo slecht. Geen probleem. Doe maar gewoon weer een lekker Rutte gamepje voor mij dan. Waarom speel ik dit spel nog? Nog één, zeg maar, Ries. Ik kijk even hoe het ligt eraan hoe snel deze game gaat, hoeveel zin ik nog heb.
krijgen. Nogmaals, morgen ben ik waarschijnlijk alweer minimaal wel na 3 uur sowieso. Maar ik denk richting de 4 uur wel weer live met wat customs. Hey Gozer, dankjewel voor het Discord joinen, man. Heel erg gezellig dat je in de Discord bent gejoined. Kijk, top Gozer ben je gewoon. Wat een top kerel. Allemachtig. Mijn hele lip is naar de tyfus. Oh, dat is mijn oren. No way, real, gewoon. Dit is gewoon. Oh mijn god, wat een brandje. Bergsup, dankjewel Mart en Dion. Welkom bij de stream. Waarom zijn ik minder spammen, jij jongen? Dan ga je nog live, neem ik aan stand. Ik ga naar Rage Quit. Lekker om 10 uur s'nachts live. 10 uur s'nachts, het valt om mee. Ik ga, man, is goed voor me. Gezellig dat je erbij was. Ik ga niemand reden, Mert. Nee. Dankjewel, Brandje, voor het abonneren. Heel erg bedankt. Nee, Darkus. Nee. Van Bendy. Trouwens, ze nakken van alles, hoor. Sure. Maar is dat dat? Nee. Ik denk dat ze eerder hebben genakt van de OG Mickey Mouse, als je die kent. OG Mickey Mouse, dat is... Nee, die heeft geen handschoenen, maar dan moet ik het... Dan meer richting deze. Kijk even. Deze Mickey Mouse. Even de code uit beeld halen. Deze. Ik denk dat je eerder richting dat kan gaan. I guess. Ik denk eerder richting het Disney gedeelte. Ja, het is het ink, Bendy en de inkmachine is net even iets te zwart qua body. Met alleen de strik natuurlijk, maar en die handschoentjes. Maar nee, verder, ik zou eerder zeggen, omdat mensen Bendy en de inkmachine kennen, dat ze het daarop... OG cartoon, Darkus. Simpel. Ik ga niet reden met een cute, nee, ik reed nooit iemand. Dus dat, daar kan je niet eerder op baseren. De OG cartoon dingen. Ja, maar Bendy is ook van zoiets afgehaald, Henry. Zo'n OG cartoon zwart-wit.
Oh, ik ben gereed, Q-Pets, I know. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor, nogmaals. Blindje, dankjewel. Nee, maar iemand vroeg net aan mij Q-down omdat ik zei nee tegen jou ook, sorry. Iemand zei net ook, raid nu ook, Blindje. Of ik hem terug kon rijden. Maar dankjewel voor de raid, heel erg nogmaals bedankt, Q. Voor het abonneren ook. Dankjewel. Mag ik het niet liever niet, Floris, nee. Maar dan ben je morgen live vroeg in de ochtend. Of ochtend? Ik ga niet om 8 uur live. Nee, middag. Vroeg in de middag. Sorry, ik versprak me daar. Het zou denk ik rond 1, 2 uur zijn. Hey Gervanio, tof dat je bij de stream bent trouwens. Sorry, ik ben even 5000 dingen aan het regelen. Nee, Henry, ga ik niet doen. Ik vind het mijn geld niet waard, Henry. Sorry. Vind ik mijn geld niet waard. Zo, ik ben moe nu. Oh mijn god, ik begin in te kakken nu. Anonymous en Senne. Laat eens even zien wat jullie kunnen. Jammer. Ja, sorry, Floris. Wat bedoel je? Ik join nooit parties, Gervanio. Zeker niet tijdens streams. En buiten streams doe ik eigenlijk goed als nooit voor. Daarom ben ik ook nog level 9. Dat is letterlijk drie. Er zijn 3 potjes geweest die ik heb gespeeld. En echt 10 minuten creative. Nee, Timo, I know. Maar ik kijk sowieso deze mensen nog even af. Ik ben nog met... Luister, ik ben nu even heel stom met wat dingen beter. Daarom moet ik even wat stil hebben. Maar... Ik ben er nog wel. Maar ja, maar jongens, hoe is hij met... Oké, jongens. Geef een cijfer van 1 tot 10. Hoe was jullie dag vandaag? Gaan een beetje kijken hoe jullie dag vandaag was. Natuurlijk, omdat we een avond hebben, kan ik die vraag stellen. Weet je wel. Hoe was jullie dag tot nu toe? Misschien dat dit nog beter kan. Ik moet deze dingen echt gaan... Kijk, ik vind deze zo leuk. Zas. Hoetje. Pap. I know, ik ben saai, Valentijn, maar dat hoef ik niet te zeggen. Oh, hey. Zes uit of ten.
Die van mij is denk... 8,5? What the heck? Deze man rijdt op twee wielen. Wat is er, Dev? Wat is... Wat is er? Hoe lang ga je nog live? Niet super lang meer, toeps. Ja, dat is altijd gezellig, Siep. 7. Oh. 3. Oh. Ja, dat is altijd even naar Jasper. Even die lange rit en alles. Echt. Dat is wat minder. Ja, weet je. Aan de andere kant is het ook weer fijn om thuis te zijn, goos. Even kijken of je app. Niet super lang meer, Noah. Oef, rip jouw gezeik. De beraadsel. Het loopt, maar niet weg. Rara, wat is het? De neus. De neus kan lopen. Loopneus. Tijd kan ook. Tijd loopt. Ja, dat. Daar kan ik alleen aan denken zo snel. Blok. De tijd, ja. Waar is mijn muziek heen? Mijn muziek is weg. Dan ben ik sad, mijn muziek is weg. Ja, ik moet verder kijken. Nou joh, mijn muziek ging opeens kappen. Dat ook weer niet nodig. Weet niet, Javai, ik moet even kijken. Doe dan gelijk, moet ik even kijken, Dimitri. Niet lang meer hoor, dat kan ik je wel vertellen. Met deze lekkere muziek. Ja. Hey Lewis, welkom bij de stream. Kijk trouwens wat ik van Def Anderson heb gekregen. Kijk deze, hij is heel rood, maar dat valt wel mee in het echt. Maar dat komt omdat er wat kleuren aangepast zijn op mijn camera, waar de rood heel sterk is. Dat is toch leuk? Leuk beestje. Nou ga ik even mee knuffelen nu. Nou joh, nee, wat doe ik nou allemaal weer? Nou, zo, ga even goed. Dat is onze nieuwe Red Bull. Oké, dat is ook wel niet goed. Wat is het? Roodstier? Red Bull. Al wel. Onze nieuwe mascotte, boys. Onze nieuwe mascotte. There we go. Maar terwijl mijn muziek letterlijk geen zin meer in heeft. Ja. Heel goed.
Terwijl ik het probeer te fixen ook. Dev, kijk eens nog even één keer in. Oh, ik moet nog even. Fucking varken, rood varken. Oh, goed. Varken! Ja. Rood varken. Ik heb niks gezien, Dev. Kan ik weten wie het naar Lewis was nog een potje gaan? Ja, maar moet ik even kijken. Ik weet niet, ik denk het eerlijk gezegd niet. Niet lachen, Dev. Ik ben gewoon blind soms, dat weet je. Zal ik je even laten zien hoe mijn normale camera eruit ziet erop, hè? Kijk! Wij zijn zwart-wit geworden. Dit is serieus zonder filters erover, hè? En dan doe ik filters als color corrections en dat soort dingen. Kijk dit! Bro, ik ben zwart-wit geworden. Ik doe hem weer aan ook, let op. Het ziet er toch veel beter uit. Alleen hebben we een heel rood vark hier. Dimitri, ik moet even kijken. Noah, al zijn het je vrienden om andere mensen weten dan niet, die gaan ook zich zo gedragen in de chat. Doe maar gewoon niet hier. Doe dat maar even in je privé DM of wat dan ook, niet hier. Ik dacht dat het echt 10:15 was. Oh mijn god. Wat? Het is al bijna 11:15? Valentijn, laat lekker gaan, joh. Trek je niks van aan. Oh nee, Owen en Boy de beste. Wat de... George en Rico. Lekker gespeeld. Nee jongens, ik denk dat ik hem lekker vandoor ga. Goeie knuffel, ja. Ik ben echt blij met hem. En... Dat is echt mijn knuffel weer nu geworden. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Gaan we het dadelijk doen. Wat ik zei, ik ga het morgen doen. Ik ga er vandoor, jongens. Wij gaan er vandoor. Wat we gaan doen? Ik ga er vandoor. ik zie jullie morgen vroeg in de middag. 1 à 2 uur. Dimitri, ik ga er vandoor, man. Ik dacht dat het veel vroeger nog was. Ik wist niet dat het zo laat was. Sorry. Oh, mijn neus, ouwe. Oh. Oh, wat erg.
In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik start even mijn nummertje op. Dan eindig ik hem wel goed, zoals gewoonlijk. Deze muziek even stil. En dan gaan wij er lekker vandoor voor de mascotte. Ja, precies. Goede naam verzinnen voor hem. En een goede naam verzinnen voor deze jongen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het allemachtig. Dit staat luid, mijn oren. Nou, jongens, tot morgen. Ik zie je dan morgen in de vroege middag weer. Dus 1 à 2 uur. Bedankt voor de mensen die geabonneerd zijn. Bedankt voor de mensen die geliked hebben. Ik zie jullie allemaal morgen weer. Doei. I'm so glad you stayed. Nee, moet mijn mond houden. Is goed, jongens. Ik kijk nog even snel voor je. Ga ik later op reageren, zei ik. Laters! Lekker gespeeld nog, Rico. Joejoe! Want hoe laat ga ik morgen live? Weet ik niet. Lang genoeg. Minimaal 3 uur. Laters. Doei doei. Stop it.